Beste vrienden van het voetbal, van harte welkom bij een nieuwe 90 Minutes, de laatste van het jaar alweer. Met in onze crew vandaag Shillen Biyebeya, Filip Joos, Sam Kerkhoffs. En de kerstman is langs geweest, want hij heeft een Tuur Dirks meegebracht. Welkom terug, Tuur. Dank je. Applaus. Ja, recht van het vliegtuig, hè? Ja, absoluut. Dank je. Ik voel het een beetje als thuiskomen, dus ik ben blij dat ik hier ben. Ja, opgehaald door taxiservice Shillen Biyebeya en dan recht in de zetel gedropt. Dus je bent nog niet thuis geweest? Dat nee, ik ben rechtstreeks van de luchthaven gekomen. Ik heb er al een lange voormiddag op zitten. Ja. Veel meegemaakt. Gelukkig verkopen ze deo, ook in Athene. Ja, ik zou eigenlijk misschien wel eens kunnen gebruiken, maar... nee, deze morgen, ik moest om half acht vliegen. Half acht Belgische tijd. Maar ik had een klein probleem. Op het moment dat ik op de luchthaven aankwam, realiseerde ik mij dat ik mijn portefeuille was vergeten. Echt waar. En echt, ik vind dat zo belachelijk, want dat overkomt mij normaal nooit. En ik vind dat zo belachelijk als iemand anders dat voor heeft. Maar ik had het dus voor, op het moment dat we echt uit een taxi stappen. Dus ik kan juist een taxi nog tegenhouden. En ik vertrek terug naar huis. Dat was een half uur. En ik was anderhalf uur voordat de vlucht vertrok, was ik op de luchthaven. Dus ik wist dat ik een half uur max ging hebben. Dus ja, je kunt je wel voorstellen wat voor een taxirit dat was. Die een taxichauffeur redelijk hard gepusht, die was daar ook niet zo blij mee. Want die was, dacht ik al een rustige werkdag tegemoet, maar die moest echt zo beginnen. En dan in het onderweg naar huis rijden, een keer met Laurens de Bok gebeld, waar ik samen mee vloog naar huis. En hij zei, Tuur, ik wil u echt niet ontmoedigen, maar ik sta hier al een half uur te wachten om in te checken. Je gaat je gewone bagage moeten achterlaten thuis, je gaat met je handbagage moeten komen. Dus ja, ik thuisgekomen in een rush. Mijn gewone bagage overgeladen in mijn handbagage, of wat erin kon. Ik wil mijn appartement nu niet zien, want dat ligt daar helemaal onderop. Alles uitgeladen, ingeladen en dan terug naar de luchthaven. Ik was een klein half uurtje op voorhand in de luchthaven en ik heb het gehaald, want anders zou ik er niet geweest zijn. Dus ik kwam af. Ja, maar wel. Omdat de vlucht vertraging had. Het pas vertraging. Op het moment dat uit vertraging, okay. Maar het was wel, het boorden was wel gedaan, okay, om kwart na acht. Het is niet dat jij die vlucht hebt vertraagd. Nee. Maar dus wel een stevige voormiddag al. Ja, zoals dat geen vorm zijn, je moet lopen in de luchthaven. Ja, ik was nat van het zweten. Ik moest wisselen van een t-shirt, maar ik ben blij dat ik hier ben. Dus. Hij heeft toch veel over, hè, voor 90 minutes? Het voelde een beetje, ik heb dat nooit gehad, maar het voelde alsof ik ineens een ontmoeting met een pennenvriend. Ja, maar we hebben wel veel gestuurd. We hebben veel, zo ineens, dat is die jongen uit Canada. Dat is wel tof. Ja, want Tuur is nog heel actief in onze WhatsApp-groep. Hè, dus in feite hoor jij nog voor de 90 Minutes crew bij de crew. Maar natuurlijk... Ik vind het uiteraard plezant dat ik er nog bij hoor, om het zo te zeggen. Maar het is leuk om gewoon over voetbal te babbelen. En plezant dat ik het nu nog eens in real life kan doen. Hij heeft zo de ik woon in het buitenland bruin. Ken je dat? Dat is zo meer dan zo twee weken op vakantie gaan en veel zon gepakt hebben. Dat is een structurele. Zit zo wat dieper zo. Ja. Ja. Meer dan een gloei. Die even in Sicilië is geweest twee weken. Ja. Vier weken. Ja. 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 Gaat dat niet vast, hè. Maske gaat gisteravond. Yes. We hebben de laatste wedstrijd gespeeld voor de winterstop thuis tegen Olympiakos. 0-0, goede resultaat voor ons. Dus goed om het jaar af te sluiten. Ja, en dan eerder van de week... Vijf dagen geleden hebben we ook thuis tegen Panathinaikos gewonnen. Ja. Op vijf dagen hebben we eigenlijk 4-6 tegen twee topploegen. Dus dat is wel echt een heel goed resultaat. Dat zijn straffe cijfers. Hè, Enkel jammer dat het echt zonder supporters is nu. Dus dat is spijtig dat juist samenvalt. Misschien dat het ook wel met te maken heeft dat we daardoor die resultaten kunnen neerzetten. Maar winnen is winnen. Zelfs als je thuis speelt tegen die ploegen, zou er misschien meer uitsupporters zitten? Of? Nee, er mogen sowieso tussen ploegen uit Athene geen uitsupporters zijn. Omdat dat te risicovol is. Maar je voelt wel bij ons dat wij zo'n kleine ploeg zijn, waar dat de thuissupporters... Ja, er is wel een bepaalde druk, zeker tegen die topploegen, omdat dat zo de matchen van het jaar zijn. En ik heb het gevoel dat wij als ploeg... Gecrispeerd spelen. Beter, inderdaad vrijer zijn als we zonder supporters spelen. Wat in corona ook een effect was bij sommige ploegen. En hoe is dat zonder uitsupporters? Ja, het is bizar. Je zit dat niet gewoon. Maar de thuissupporters zijn meestal al zot genoeg, dus dat compenseert wel. Maar dat went wel. Maar het is een heel andere beleving, de supporters in Griekenland. Het is er nu de afgelopen week al een aantal keer over gegaan in de media. Maar ze zijn heel gepassioneerd. Dat is een beetje religie bijna. Hè. Dat is op leven en dood. Dus je mocht dat bijna letterlijk nemen, wat er heel vaak overgaat. Maar het is totaal anders in België. In België is het meer... soort van hobby of bezigheid. En daar is echt, dat wordt echt heel de week naar uitgekeken. Dat is echt een hoogtepunt van de week. Tot hoe lang mogen er geen fans in de stadion? Half februari, voorbehoud. Dus als er geen incidenten meer plaatsvindt, tot dan. Die kans lijkt mij klein. Maar die mannen komen toch op straat? Of die kijken toch ergens naar die match? Bijvoorbeeld nu tegen Panathinaikos stonden de sporters allemaal buiten het stadion.
En hebben ze het eerste kwartier gewoon altijd vuurwerk en vuurpijl afgeschoten. Dus dat was ja, echt heel bizar. Maar ja, ze zijn er wel, maar ze mogen gewoon niet echt letterlijk in het stadion zijn. Dus het, dat wou ik... Want ik dacht even, ja, hoe incidenten als er niemand zit. Maar er incidenten buiten het stadion. Ja, 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 oké. En ook in het centrum en zo. Tellen mee. Je moet daar niet in een t-shirt van Olympiakos of nee. Panathinaikos rondlopen, want dat komt niet goed. Is dat leuk voetbal in dat klimaat? Of is het een beetje bedreigend of intimiderend? Ah, ik denk dat van persoon tot persoon afhangt. Ik heb daar niet zoveel moeite mee. Uiteraard, ja, ik heb ook nog niet echt iets... Ik ben ook niet bedreigd of zo geweest. Ik denk als je bedreigd wordt of je familie... Familie overkomt iets bijvoorbeeld nu. Ik heb toevallig vernomen, eergisteren, via Birger Verstraeten, die ook in Griekenland voetbalt bij Aris, dat hij in de laatste wedstrijd, eergisteren van Aris, dat hij is overvallen geweest. Dus ze hebben ingebroken in zijn huis. Helemaal binnenste buiten gedraaid. Dus ja, als je dan thuis komt, dat is... Omdat hij Birger Verstraeten is? Ja, omdat hij trouwens voetballer is en dat ze dat in de gaten houden. Hè. Dus dan dat zijn dingen die je in België toch heel weinig hoort. Oké, je hoort daar ook in andere landen, maar PSG, daar is dat wel echt PSG, zo. PSG, al die mannen hebben dat ook gehad. Hè? Ja. Dus, alleen net veel in de Bruinen. Ja, de Bruinen heeft het net voor gehad. Hè? Ja. Dus ja, dat is wel akelig. Dan komt die in je veilige omgeving en dan is alles over opgehaald. Ja, dat is niet plezant. In Engeland weet ik ook, bij Leicester is er ook zo'n... Een Arsenal golf. Echt golf zo, geweest, ja. Topquote in de krant gelezen van Tuur Dirks. Ik ga hem voorlezen, want ik heb hem gewoon gekopieerd. Het ging over het weer in Athene en hoe heerlijk dat het was. En dan heeft Tuur Dirks gezegd, alleen s'avonds... Op de bank kan het wel eens fris worden. Mooi. Vond ik heel goed gezegd. Eerlijk, ja. Het was fris, ik kan het vinden. Ja. Hoe zou je dat eerste half jaar samenvatten nu? Buiten die vervelende blessure natuurlijk. Voor mij persoonlijk is dat, ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan, omdat dat mij echt wel heeft verrijkt. Enerzijds als voetbal, maar ook als persoon. En ik denk dat voor mij is goed was om dat ook eens een keer vandaag te zien. Omdat ja, in België zit je toch een beetje in je cocon en heb je zo je dagelijkse bezigheden en de verwachtingen die er ook zijn van buitenaf en zo. En dat heeft me wel goed gedaan, ook op familiaal vlak en zo. En qua vrienden en zo heeft me dat echt wel duidelijkheid gegeven en ook wel rust. Dus ik ben wel heel blij. Uiteraard, op sportief vlak had ik uiteraard liever meer willen spelen. Enerzijds door die blessure, anderzijds ook. We hebben een nieuwe trainer nu en hij is sinds een trainer is, hebben we 9 wedstrijden gehad. Hij heeft nog geen enkele keer verloren. Dus ja, je weet, in voetbal, dan moet je zwijgen en volgen en verder doen. Dus dat is, uiteraard is dat frustrerend, maar oké, ik heb dat ook wel een aantal keer meegemaakt, dus het is niet dat iets nieuws is. Maar absoluut, in het algemeen is het echt een positieve ervaring. Ja, en Atromito zelf slecht begonnen en dan toch gestaag timmerend aan de weg naar boven. Hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat ook ons programma in het begin heel moeilijk was, omdat ook ons stadion was niet klaar. Dus je moest eerst altijd op verplaatsing spelen, wat altijd moeilijker is. Maar nu inderdaad, met een nieuwe trainer en iedereen is wat meer in vorm aan het komen, zijn de resultaten goed, dus moeten we tevreden zijn. Heb je volledig loon al gekregen? Ja, alleen tot hiertoe toch. Ja. Dat is belangrijk. Dat is in Griekenland is dat per 2 maanden. Dus dat is, je krijgt altijd 2 maanden in 1 keer uitbetaald. Maar echt? En dat is met een klein en groot salaris. Dus dat is grappig. Er is een bepaalde wetgeving in Griekenland dat iedereen een minimum moet verdienen. En dat is, als ik juist ben, €750 netto per maand. En dus dat wordt betaald in het klein salaris en dan de rest in een groot salaris. Is de voorzitter van de Spar is gewoon aan het luisteren, hè? Nee, maar ik dacht dat hem ging rekenen. Die 750 is voor elke Griek. Ja. Los van de job die je uitoefent. Ja. Ja. En die zal onbelast zijn ook dan. Hè? Ja, er wordt heel weinig belasting betaald. Ja, om de 2 maanden. En komt er dan niet een probleem op het einde van de 2e maand? Nee, ik kan wel verstandig met mijn geld doen, man. Maar inderdaad... Nee, maar dat is geen probleem. Maar inderdaad, om je vraag toe te komen, het is nu voorlopig wel, maar het gebeurt af en toe wel als ze een paar weken te laat zijn. En er zijn ook andere clubs waar dat het langer duurt, maar op dat vlak mogen we eigenlijk niet klagen, want het is echt heel correct. Oké. Okay. Ja. Ik ben blij dat je zei, Tuur. Ja, ik ook. Het is heel tof. Samen, we hebben eentje samen gedaan. Ja, de allereerste. Ja, net toen hij zijn afscheid of zijn vertrek naar Griekenland aankondigde. Ik weet niet of het in deze constellatie zal zijn, maar er is nieuws over een live-opname van 90 Minutes. We gaan live, hè. Philippe zijn grote droom, toch? Ja, maar ik weet niet of ik erbij kan zijn, maar ik hoop van wel. Philippe zal erbij zijn en we moeten tickets verkopen. Ik kan nu al zeggen dat je er misschien bij bent. Nee, waarschijnlijk. Het hangt af van, het is Liverpool City in dat weekend. Het hangt af van wanneer ze dat zetten. Puur voor mij, maar niet voor de podcast. Eerst even, wat is het? Ja, dus 9 maart organiseert VRT Max een soort van podcast-event. En wij zijn daar natuurlijk op uitgenodigd. En de tickets zijn te koop op spoorzap.be. Het is in Mechelen. Ja. En ze gaan ons vroeg zetten op de dag
Want Filip heeft nog match, ik heb ook nog match, ja, zo te zeggen. Daan vermoedelijk ook wel. Daan ja, kan alleen maar komen, denk ik, als die dus op dus eigenlijk de twee Gillen gaan er zijn en anders. Dus de twee Gillen gaan er zijn, Joris Brijs kan er misschien zijn en Thuur Dirks kan er misschien ook zijn. Onze laatste wedstrijd is 2 maart, weekend van 2-3 maart, dus het kan zijn dat, wij, dat ik misschien wel inderdaad er kan zijn. Ja, ja, dan moet het worden om een ticket te kopen op sportapp.be. Ja, tenzij het om zijn tas vergeten, dat kan altijd. Ik koop er Nee, dus wie Tuur wil aanraken en ja, misschien voederen, dat is via VRT Max. Dat moet niet per se de orde, maar. Goed, op naar het voetbal. Misschien beginnen we met iets wat de week toch heeft gedomineerd en een beetje tijdloos is. Helaas, de kwestie Courtois. En het interview bij Sporza, waarin ja, Tedesco toch de volle laag krijgt. Wat is jullie gevoel een paar dagen na datum? Waarom? Waarom dat interview? Ja. Waarom nu? Waarom knapte het niet goed? Ja. Wat heeft het geholpen of wat ging het zelfs kunnen helpen als het opzet geslaagd was geweest? Omdat hij tot nu toe had hij er het zwijgen toe gedaan, Courtois. Die had het zijn kant van het verhaal nog niet verteld. Het moest zijn dat hij dat wel wilde doen, denk ik. Ja, maar ik heb daar heel vaak de gedachte bij, als je echt iets te zeggen hebt, en ze hebben allerlei kanalen, wat je vrijpleit in een... En laten we het zwart-wit vrijpleiten noemen. Dat is misschien overdreven, maar ja, dan doe je dat. Ik heb het een beetje hetzelfde met... Ik hoop dat hij dat niet op die manier gaat doen. Met Romelu Lukaku. Dan niet bij ons, maar in Italië. Hè, is dat ook een enorm verhaal geweest. En hij heeft Inter aan het lijntje gehouden. En hij heeft... Los, die gekke transferzomer. En dan komt hij hier en dan zei hij ook... Ja, ik zal mijn verhaal wijzen. Doe het niet, behalve als uw verhaal echt een verhaal is. Maar dan denk ik heel vaak, dan zouden we het wel al weten. Ja, doe het dan meteen. Dat is niet om je verontschuldigingen aan te bieden. Nee. Hè? Je zegt niet, ik ga mijn verontschuldigingen nog eens ooit aanbieden. Nee, dan bied je het aan. En ik weet ook niet of Lukaku zijn verontschuldigingen moet aan. Dat is weer iets anders. Nee. Maar ik zie zo'n soort parallel komen van, let er toch maar goed mee op. Laat Courtois dan toch maar een les zijn. Maar ik denk, zou Lukaku niet met een docu bezig zijn? Ik had daar dat gevoel bij. Ja, maar dan toch weg ook bij dat Rock Nation, die daar normaal wel sterk in zijn. Het zou kunnen, hè. Het zou kunnen. Maar ook dan, ook in een docu, moet een verhaal sterk genoeg zijn om ermee uit te pakken. Ja. Dat vooral vind ik. Uitpakken is dit wel. Ja. Mensen laten komen naar Madrid en dan... Nu ga ik mijn verhaal doen. Ik heb vooral het gevoel dat interview heeft gegeven naar Real Madrid toe. Omdat hij aangeeft van, kijk, ik wil mij volledig focussen op Real Madrid. Ik wil de club respecteren en ik wil sowieso 100% terug zijn volgend jaar. Ik wil het risico niet nemen met mijn knie op het EK. En dat dan vooral een soort van punten wil scoren of loyaliteit wil tonen naar Real Madrid toe. Mm. Maar ja, het verhaal dat daar iedereen geïnteresseerd in is, heeft niks met Real Madrid te maken. Nee, en met die boodschap is niks mis. Ja, want ik denk dat iedereen er kan inkomen dat hij zegt, ja, het EK komt... Te vroeg, maar ik zal niet topfit zijn. Had hij Spaanse journalisten ook uitgenodigd? Nee, dus het ging niet over Real Madrid. Maar de Spaanse journalisten, die lezen dat ook Athletic wel. Ja, die lezen dat ook. Maar ja, als je het over Real Madrid wilt hebben, dan doen de Spaanse journalisten. Ik had gelezen van een Spaanse journalist die voor die Athletic Real Madrid volgt, die dat wel zei van, in Real Madrid hadden ze al langer het gevoel dat dit de uitkomst ging zijn. Maar voor een of andere reden maken ze altijd de link, ja, Courtois Hazard, omdat bij de Rode Duivels zijn. En zij... weten dat Courtois ooit zo is vroeger is teruggekomen van een blessure, terwijl dat Hazard nog langer bij de selectie bleef toen hij ook niet fit was. En zij willen op dat vlak kijken ze toch een beetje naar die twee in de vergelijking van hoe gaat een eender om tegenover een andere. Ook al is dat niet juist, maar dat is wel hoe dat Real Madrid kijkt naar rode duivels die dat bij hun spelen. Maar plus ook, ik spreek nu uit ervaring met een kruisbandblessure, het is heel verstandig van hem dat hij zijn tijd wil nemen, dat hij voorzichtig wil zijn, dat hij volgend seizoen volledig terug wilt zijn, maar het is nog wel 5 maanden. Ja, dat vind ik ook raar. Ik vind dat zo'n blessure, die moet je van week tot week, van maand tot maand evalueren en kijken hoe dat je verder staat, wat de risico's zijn, testen doen aan je spieren, hoe stabiel dat je bent. Oké, voor een keeper is dat uiteraard nog anders, want die moet constant afzetten, springen, draaien. Maar toch vind ik het vroeg om die conclusie al te trekken. Het is eigenlijk simpel, hè. Stel dat Real, en dat kan, de finale van de Champions League speelt. Ja, die speelt er dan niet. En hij herstelt, hij is 10 mei hersteld en hij speelt die finale van de Champions League. Als je een match voor Real kunt spelen, kun je een EK spelen. Ah, wel, dat bedoel ik. Dus dan kun je wel. Dus die gaat hij wel spelen. Dan ben ik, mocht hij fit genoeg zijn, hè? Ik bedoel niet, maar die gaat hij wel willen spelen. En over het EK trekt hij nu al een kruis.
wat mij blijft doen denken, dat hij vooral, en zo hebben we het ook allemaal geïnterpreteerd, die uithaal naar Tedesco nog eens wou doen. Dat is eigenlijk de grondreden van dat. Voilà, want je hebt dat fysieke aspect waar eigenlijk, ja, buiten de opmerking van Tuur weinig aan over te zeggen van. Maar tussen Tedesco en hem komt het niet goed, denk ik. Hè? En dus het verhaal. En ik geloof dat hij dat denkt, hè, van ik ga supporteren voor de jongens, maar hij wil ook naar het WK. Ja, er is maar één reden. Er is maar één manier om naar het WK Tedesco te gaan. Tedesco buiten. Dat is Tedesco die mislukt. En dus zijn jongens die mislukken. En dus ergens, ook al geloof ik best dat hij dat op dit moment niet zo denkt, maar ergens in hem zal de sportman Courtois, die wil een WK spelen, wat ik hem gun en wat we eigenlijk ook allemaal hopen, ja, die moet ergens toch ook hopen van het moet slecht gaan. Of het moet zo slecht gaan met die jongen die u vervangt dan, laten we nu zeggen Kasteels, dat Tedesco, ondanks het feit dat we dan toch in een halve finale zullen spelen, waarna Tedesco wel mag blijven, hè, neem dat geval, dat Tedesco dan op zijn knieën moet komen vragen van ja, ik wil toch met u. En, ja, dus of supergoed doet en dat een Duitse club die komt halen of zo. Hè. Er zijn meerdere scenario's dat er mogelijk zijn. Dus dat zou de ideale wereld zijn van Courtois. Ja. Dat we... ja, of ook misschien niet. Nee, dat kunnen we misschien zeggen. En ja, dat zou ik ook niet nodig. Ja, en ik zou ook kunnen begrijpen, eerlijk, dat je nu denkt... Ik geloof ondertussen dat verhaal van Dries Mertens, dat hij echt blij was met de titel van Napoli. Maar ik geloof... Ja. Maar zo zijn er weinig. En ik vind ook niet erg dat er zo weinig zijn. Ik zou ook echt kunnen begrijpen, en je moet dat niet uitbazuinen, maar dat Courtois nu zit te denken... nu echt geen Europees kampioen, dat geloof ik ook wel. En dat zou ik ook niet erg vinden. Maar het zou heel goed zijn mocht niet een Duitse club de disco komen halen, maar Real Madrid. Dat zou respectloos zijn. Ja, dat is waar. Zijn jullie het eens met de kritiek die er zeer luid heeft geklonken op Thibaut Courtois? Dat eergevoel van hem, dat misplaatst is? Want er zijn heel veel mensen die nu vinden dat eigenlijk onnodig is en dat hij zich aanstelt. Ik ben het daar niet noodzakelijk mee. Nee, dat ik ook niet. Want ik denk dat Wilmots was, dat hij heel hard was na Euro in Frankrijk. En dat waren allemaal, fantastisch, hè? Hij durfde het tenminste zeggen en zo. Dus ik vind dat we dat nu niet ineens maar moeten doen. Nu moeten we zwijgen. Dat gaat over een tactiek. Dat ging ook over groep en... Vooral hier gaat het over waardering. Hier gaat het toch puur over... Ja, okay, het gaat over die band. Maar ik vind het ergste niet dat hij die band per se wilt. En ik ben daar niet mee akkoord, maar ik vind het ergste gewoon is de manier waarop hij zich heeft gedragen op zich van zijn ploegmaat. Hmm. Omdat dat zijn... iedereen die voetbal is geweest op eender welk niveau, weet je dat de kleedkamer heilig is. Ja, dat is een soort van brotherhood en daar kom je niet aan. Je bent samen tegen de rest, buiten of tegen de tegenstander. Of ook tegen al zet je niet allemaal vrienden. Nee, ook al, voilà. Dat moet niet, maar je vormt wel een soort van connectie en daar kom je niet aan. En als je dat dan zo openlijk of half heeft zich wel geëxcuseerd daar. Als er een WhatsApp-groep is bijvoorbeeld met alle spelers, heeft hij dat daar dan ook in gedaan, vraag ik me af? Of heeft hij dat dan puur in dat interview gedaan? Dat zijn onze zaken niet. Hij zegt het wel. Je kunt wel interpreteren hoe daar bijvoorbeeld een Meunier of een Castagne zo erover spreken in een interview maanden of weken nadien, Carrasco, dat niet is gebeurd. Hè. Dat kun je wel voelen. In dat interview, want dat vind ik inderdaad, dat wordt zo wat weggemoffeld, dat vond ik eigenlijk een heel zwak deel. Van ik heb die Leicester-jongens niet geschoffeerd. Ik heb alleen gezegd dat je, als je 0-1 achter staat met degradanten in je ploeg, dat je niet meer terugkeert tegen Oostenrijk. Dat is schofferen. Sorry, hè. Ik zou iets willen weten, en dat zou heel dom geweest zijn van een groep, maar stel dat er één in de groep had gefluisterd tegen een andere, ja, na Marokko. Nou, als we nu een vrijschop langs de lijn krijgen tegen Kroatië, Courtois, die pakt die niet. Twee gaan er binnen, hè. Ene wordt afgekeurd, één, en ook al vindt Papa Courtois dat niet zijn fout is. Hij was er minstens voor de helft ook zijn fout. En dat kan, hè. Je kunt de beste keeper van de wereld zijn en een bal. Dat bedoel ik, hè. Dat doet geen afbreuk aan uw statuut, hè. Maar dan even kunnen zeggen, dit was mijn fout, is ook wel handig in een groep. Eigenlijk heeft hij in dat interview alleen maar bevestigd wat we al wisten. Ja. Behalve zijn blessure. Want ineens was het mentaal. Dus die belachelijke foto van in dat vliegtuig, daar is ook niks... Die was ineens verschwonden, blijkbaar. En de knieblessure. Dus Tedesco heeft waarschijnlijk tot hier en gedreigd. En ik weet wat jij gaat zeggen, en daar ben ik het ook voor een deel mee eens. Maar misschien moet je dat niet doen. Maar Tedesco heeft gedacht, ik ga niet liegen tegen de pers. Ja. En dat vind ik op zich... Met de voorganger, wat daar allemaal fout liep. Oké, dat is verdedigbaar. Maar ik ging eigenlijk iets anders zeggen, Flip. Ik ging eigenlijk zeggen, alles bij elkaar vind ik wel dat Tedesco
ergens faalt. Ja, dat wist ik dat je dat ging zeggen. Ah, oké, sorry. Ja. Omdat je ziet met iemand mijn eergevoel, ja, maar ook de beste keeper van de wereld, ook ja. Mm. En het resultaat is dat die man niet meer bij de nationale ploeg gaat spelen, zolang de disco dat zit. Maar wacht. Ja. Het is toch de taak van de bondscoach om dat te weten, om dat aan te voelen, om ervoor te zorgen dat dat niet tot uiting komt. Tenzij dat dus, de groep aanvalt. Voilà. Dat de groep zwakte. Exact. Dat is de afweging die Tedesco... Het is de taak van de bondscoach om de beste groep te maken. En ik heb het gevoel dat de groep ook zoiets heeft. In maat, jij bent niet beter dan ons. Hè? En dan is het de taak van de bondscoach om te zeggen, dan... Was Italië de beste ploeg in 2016? Nee, zeker niet. Beste groep, 2020, sorry. Beste groep, ja. Was Portugal de beste ploeg met die Alejandro Chiellini en zijn bekkentrekker. Frankrijk weer wereldkampioen zonder Benzema. Denemarken doet die 92 of zo, dat is een zothalen zonder dingetje. Allee, dat is, maar dat is... Een groep maken. Was dat zonder iemand? Nee. Was dat zonder Luitroep? Nee. Ja, Luitroep was er wel bij. Die kwamen gewoon van het strand, dat was het. Dat was het verhaal. Was Duitsland dan die het won? Enfin, nee, maakt niet uit. In 92 was Denemarken. Denemarken toch? Ja, Denemarken. Ja. Maar stel nu dat in het very unlikely geval dat Kevin De Bruyne zoiets zou doen, zou dan ook, maar dan ga Kevin niet mee, want de groep gaat voor. Maar als de groep een signaal geeft, dat gaat niet meer, waarom niet? Dan mag geen enkel individu toch boven de groep staan. Nee, ik vind dat ook niet. Omdat... Tenzij als je twee kampen hebt, is het iets anders, maar er is niet een kamp Courtois op dit moment, toch? Nee, en maar er zit er één in. Ja. Maar je moogt ook, je moet niet in je groep ook niet iedereen, daar pleiten wij denk ik niet voor, ideaal gelijk, want dat gaat niet. Je moogt er niet. En ik begrijp ook, ik vond dat van Tedesco, want die wordt nu weggezet als iemand die psychologisch en niet met vedetten om kan. Het feit dat hij die band aan Lukaku wou geven met de uitleg van, misschien één van de zeven uitleggen, dat kan. Maar ik vind dat wel een valabele. Ja, Lukaku heeft die vervelende Champions League finale achter de rug. Is hier ook een held. Ik wil hem oppompen. Ik wil hem even die band geven. Op zich. Nee, maar ik vind hem... Hij geeft hem aan Lukaku, hij geeft hem niet aan Jelle Bataille. Nee, dat is geen discussie. Maar is de enige topassist op Jelle Bataille? De discussie, of dit gebeurt zelfs niet als De Bruyne niet uitvalt, want dan vergeten we, De Bruyne is de kapitein. En Jan Vertonghen is eigenlijk nog niet. En Vertonghen is de spirituele kapitein. Want dat is natuurlijk ook wel ergens jammer voor Courtois. Dat helpt hem niet. Dat interview dat net uitkomt in deze week, op het moment dat Jan Vertonghen Urbi et Orbi ineens spreekt en dat iedereen ziet van, wat een gast is dat. Snap je? Ja, die wil ik in mijn kleedkamer. Maar je wilt die in je leven, je wilt die onder de kerstboom. Dat is toch waar? Dat gaat niet, hè. Maar is dat vriendelijk vraagt? Vrouw, ja. Dat is puur toeval. Ik ben nog altijd naar een term aan het zoeken. Maar dat gebeurt nu ook nog eens. Dus de timing is het ook nog eens fout. Is het enige wat je misschien Tedesco niet kunt verwijten? Dat is timing dat je niet kunt weten. Nee. Is het enige dat je Tedesco misschien niet kunt verwijten? En dat gaan wij niet weten, want dat is alles maar he say, she say. Mm. Maar de manier waarop dat hij tegen Courtois moet uitleggen. Want wat ik zo een beetje lees in Courtois zijn statement is van, zeg het mij op voorhand en vertel het mij vanaf dat ik erbij ben. Pak mij 5 minuten apart. Vertel het mij, ik ga het aan Lukaku geven voor deze reden. En dan denk ik dat misschien problemen niet zo groot zijn geworden als dat ze nu zijn. Hij heeft er geen eieren onder gelegd, waarschijnlijk. Nee. En hij heeft misschien ook niet beseft dat moest, omdat hij het geen issue vond. Net omdat de bruine kapitein is. Net omdat hij dacht, het zijn twee matches. Het is nummer 3 of 4. Inschattingsfout. Hij wist ook niet dat die huldiging net voor die match ging gebeuren. Ja, misschien, ja. Maar dan maar goed. Nog, maar je wordt gehuldigd. Dus kapitein nummer 3 en 4. Ze hebben hun lief laten overvliegen. Allee, bedoel, wat? U lief, nee, op dat moment was lief, nog lief. Ik bedoel, wat? Wat maakt het uit? Dat is wel misschien het enige dat ik nog denk. Allee, dat is van een trouw, hè. Daar kun je toch van zeggen van, ga maar eigenlijk. Ja. Zoals het is die non-match, geef dan de reservekeeper maat. Ga jij eens goed trouwen? Ja. Dat is waar. Normaal gezien doe ik maar één keer in je leven, dus... Ja, maar stel dan ook niet voor dat dat voor je knie is. Nee, dat is... En maak geen ruzie over die band. Allee, Mourinho had zeker tegen Courtois gezegd, dat is een non-match. Want dat is het gevaar. Het gevaar is dat je door wat Courtois nu nog eens herhaald heeft en waar dat hij volgens mij echt fout in zit, dat je om een duur... Dat je ineens Tedesco gaat... De beatificatie van Tedesco. Niet, en dat moet je ook niet doen. Dus je moet daar inderdaad genuanceerd in zijn, maar Courtois had het veel slimmer kunnen oplossen. Kijk, ik vind jullie allemaal super terechte opmerkingen en punten. Het probleem is dat we gewoon
iemand hebben die wereldtop is, die we niet meer gaan kunnen inzetten. En zoveel hebben we er niet. Nee. Hazard is afgehaakt, dat is gedaan. Nee, dus je hebt nog De Bruyne en Lukaku. Als Company eerlijk Lukaku mag zijn, ja, dat was ook wereldtop, maar dat is ook al een tijdje gedaan. Okay, dat blijft wringen bij mij gewoon. Je hebt Doku die daar hopelijk tegenaan gaat schurken of misschien er al gaat bij horen. Of op een toernooi dat ineens ook echt kan zijn. Maar okay, we moeten hier niet meer zeggen wie van de rode. Het is gewoon doodzonde, maar het is toch vooral... Ik heb wel één ding geleerd. Ik vind dat zo... De zucht is eigenlijk... Het is te veel voor niks. We hebben er 20 minuten over gesproken. De zucht was genoeg eigenlijk. Ja. Maar wat ik ook niet wil, is nu dat... Ik ga wedstrijden van de Rode Duivels doen in Duitsland. Je gaat mij niet horen zeggen, die had Courtois gehad. Bij Kasteels. Oké. Okay. I swear. Dat zeg ik niet. En ook niet ben... Ik vind ook niet... Dat moet ook niet beginnen spelen als Kasteels een bal binnenkrijgt die ja... Een flater, oké. Maar als die in een binnenkrijgt die gewoon curlt rond de hoek, moeten we ook niet 3 reddingen van Courtois gaan zoeken voordat hij die wel gaat. Je gaat ze de kost niet willen geven van wie dat dan wel gaat. Ja, wel. En zo onlogisch is dat toch niet? Wat? Zo onlogisch vind ik dat ook niet. Brazilië, wat de fuck haalt hij er allemaal uit? Courtois. Natuurlijk ga je daar wel... Je gaat er altijd aan denken. Ja, Brazilië ging erover, hè, van Neymar. Ja, Brazilië, ik zweer u, hij heeft veel, veel beter matchen. Nee, maar van Coutinho pakt er ons collectieve geheugen door. Brazilië was een enorme prestatie qua ploeg verdedigen. Daar blonk hij voor mij niet eens. Hij heeft was een aantal moeilijke uitspraken. Ja, maar niet één laag, denk ik. Maar die hoge niet. Beste match is de Champions League. Champions League tegen Liverpool. Ik bedoel, dat is... Dat was crazy. Net zo moeten we de lat voor Kasteels doen. Nee, dat bedoel ik. Mag ik nog één aspect toelichten waar ik wel, en dat is eigenlijk ook met het fantastische gesprek in Meet met Jan Vertonghen en overigens ook in Extra Time waar Vertonghen ook fantastisch was. Dus hij vertelt daarover de twijfel en het mentaal moeilijk hebben. En ik vond dat Vertonghen zich bijna aan het excuseren was, omdat en je hebt een goed leven en je verdient veel en je hebt kinderen en je bent een profvoetballer. Hij was zich bijna aan het excuseren dat hem zich niet goed voelde. Dat is wel een aspect. Dus Courtois heeft ongetwijfeld heel veel tekortkomingen. Maar ik vind wel, iedereen zit te zeggen van... Bij allemaal. Ja, maar de rijke luiskuntjes mogen niet zagen. Nee. Jawel, die mogen wel zagen. Vertonghen mag dat, Courtois mag dat, ze mogen allemaal zagen. Dat vind ik wel. En dat wordt wel, vaak krijgen ze niet de kans om... Volledig akkoord. Maar Vertonghen is zo slim dat hij weet dat hij als... Dat moet hij geven aan de mensen die anders beginnen doen. Dus dat moet hij hen geven. En dan kan hij zeggen wat hij echt wil zeggen. En Vertonghen is... beseft dat. Ik moet even hier de disclaimer doen van ik heb geld, ik heb dit. Nee, maar dat was het niet. Ik vond het veel meer genuine, die mensen... Onbewust weet je dat al, want anders word je daarop aangepakt. Dat is het foute. Nee, dat hij het vertelde was zelfs echt nog altijd uit een onzekerheid. Van, ik weet, kan er de vinger niet op leggen wat het was. Ik heb me er maanden slecht over gevoeld. Ja, wat een depressie is, hè. Ik voel mij slecht omdat ik mij er slecht over voel. Ja, omdat ik het zo goed heb. En ik stel iedereen teleur. En ik vind dat die gasten, die zijn buiten dan Tuur, maar die zijn ook allemaal een pak jonger dan ik en dan jij, Philippe. Niet dan Gilles, sorry. Tuur is ook jong. Die mogen die onzekerheid... Courtois mag... kwaad zijn omdat hij die een band niet krijgt, dat mag. Het is niet omdat je veel geld verdient dat je dat niet mocht. Ja, oké. Natuurlijk mogen je kwaad zijn, maar. Het is de manier waarop je niet een groep doorop blazen. Nee, maar dat is iets anders. Je mag niet zeggen, ik ben weg, vertrekken uit de nationale ploeg. Dat is de grote fout geweest. Dat doet je niet voor een band. Je mocht wel nog altijd zeggen dat dat mis is, toch? Maar ik denk dat mijn punt is... Je weet niet hoe dat... Dat is nu wel wat hem zelf ook zegt, dat had ik niet mogen doen. Maar de gevolgtrekking daaraan zou kunnen zijn... Coach ook, sorry. En dan is alles gewoon, dat had ik niet mogen doen, punt. Voilà. En ik ga TK missen, want ik ga niet terugkomen. Nu lijkt en dan opstapje naar maar. De maar is belangrijker. Ja. En dat is jammer. Ja. Ik denk dat mijn punt is, ik weet het zelf niet zo goed, maar dat is niet erg. Je weet niet hoe dat ze zich voelen, je weet niet hoe dat ze dat ervaren. Dat vond ik heel duidelijk worden bij Vertonghen, die een overstap naar Anderlecht en naar Benfica, eerst naar Anderlecht, sorry, heel moeilijk noemt omdat men zich een egoïst voelde. Iedereen zegt altijd van ze verdienen genoeg, dus ze moeten niet zagen. Maar dat vind ik dan niet juist. Een bepaald bedrag kan er ook niet voor zorgen dat je als mens geen depressie kunt hebben of zo. Iedereen met Courtois, denk ik van wij weten niet hoe dat hij dat allemaal ervaart. Nee, ik ga er gerust van uitgaan dat hij in de fout gaat. Hè. Maar iedereen die iets doms doet, moeten we ook niet aan een mentaal probleem. Anders zouden we ook allemaal in behandeling zijn. Ja, dus ik denk, ik heb superveel respect voor Vertonghen. Maar Vertonghen heeft het over dat mentaal probleem omwille van zijn familie. Omdat zijn zoontje was doodgraag in Benfica. Ja, dat is een soort bijna altruïstische...
visie. Maar wat ik wel mee akkoord ben, ten eerste trouwens, dat vond ik raar aan dat van Jan Vertonghen. Want er leek mij wel een... Hij linkte dat toch aan de botsing. Ja. Nee, hij zei, want ik vroeg het ook en hij zei nee, want er speelde daarvoor al iets in mijn hoofd. Maar die botsing had toch een soort versnellende effect daarop, hè? Dat weet ik, maar dat lijkt me eigenlijk wel. Maar dat weet hij nog altijd niet. Nee, dat is ook waaruit. Gilles, wat dan wel het gevaar is, en daar moeten we inderdaad voor opletten, en misschien ben ik er hier al voorbij 20 minuten het voorbeeld van geweest, dat niet goed is. We moeten natuurlijk ook beseffen dat de topsporter daarom niet volgens onze normen de topmens is en moet zijn. Dus dat moeten we inderdaad ook beseffen. Het is niet omdat je geweldig kunt shotten, dat je ook een mens bent die altruïstisch is, niet egoïstisch, niet... Soms zullen er zelfs eerder zijn die daarbij dat tegenovergestelde kwaliteiten zijn die helpen. Niet altijd ook, denk ik. Dus de verheven standaard moeten we niet... Dat hoeven geen Pater Damiaans te zijn. Maar ik denk dat veel mensen zo nadenken wel. Ja, dat wordt gevaarlijker en gevaarlijker. Ja, ik verwijt Courtois, dat is niet dat hij boos is dat hem geen kapitein was. Daar valt iets voor te zeggen. Snap je? Dat is gewoon een keuze die je moet maken. Je kunt maar één kapitein. Dat hij daar een beetje boos over was, dat mag. Maar de mediarel nu en de escalatie. De kak die er rondhangt, ja, daar moet je wel van zeggen, hé maat. Voilà, dat vind ik ook. Is misschien ook niet een bepaalde... Ja, arrogantie of zelfverzekerheid een beetje. Je kunt het ergens daartussen plaatsen misschien. Dat elke topatleet wel is verweten geweest in elke sport. Misschien, zowel de Michael Jordans als de Ronaldo's als de Usain Bolt's. Iedereen die in iets ergens top is geweest of goat is genoemd of zo. Daar is altijd wel iets aan zeggen van mij arrogant geweest of van mij toch een apart kentje. Maar en dan denk ik... Dan Courtois zit toch wel in die sfeer als het om keeper gaat. Ik zou Courtois echt heel graag foto's, beelden tonen van matchen van Maradona. Hè. Met wat voor kloefkappers Diego Maradona moest voetballen. Hè. En allemaal zien ze hem doodgraag. Hè. Dus het kan wel. Hè. Je kunt met de mindere goden... En als je Maradona waard, sorry, had je nog meer mindere goden dan als je Courtois waard. Allee... Dat is echt nog next level. Ja, maar Courtois, de Argentijnen waar Maradona wereldkampioen mee is geworden, die wil ik u tonen. Hè? Burruchaga kon shotten, Valdano kon shotten en dan zijn we er al bijna. Hè? Courtois speelt in een ongelooflijk goede ploeg. Ja, wel geen enkele... Predom en Pfaff hebben niet dat geluk gehad. Hè? Dus je mag ook een beetje beseffen dat waar rond u staat, dat zijn geen dramatische shotters. Hè? Courtois, stel je voor dat hij in San Marino was geboren. Of 20 jaar geleden. Hij was 100 jaar kapitein geweest. Ja, ik wou net zeggen, Allee jongens, come on. Tel ook uw zegeningen eens. Ja, maar stel je voor dat hij in 1975 was geboren. Misschien minder makkelijk sinds dat hij bij Real zit, toch? Maar ik snap niet. Want bij Chelsea had ik niet dat gevoel. Snapte jij die tegenstelling? Snapte jij waarom dat iedere keer Real daar moet worden bijgehaald? Ik snap dat niet. Maar omdat zijn prioriteit daar, denk ik, wel ligt. Hè? Nee, maar dat begrijp ik wel. Maar dat je dat iedere keer moet zeggen, ja, bij Real wel respect. Dan denk ik, maar dan wel in datzelfde interview zeggen, ja, de supporters, ja, want 2 tot 3 keer per match zingen ze mijn naam. Ja, het mag ook 5 van mij. Ik wil er zelf staan met nu, op het scorebord. Nu zingen we voor Thibaut. Doen, dat is allemaal goed. Maar je verlaat de nationale ploeg niet. All right. Voor daar een heeft band. Hij, daar heeft hij, dat heeft hij wel toegegeven dat hij dat niet had mogen doen. Dat vind ik. Je maakt fouten en als je... Wel ja, en dat moeten vergeten, ja. Maar de slotsom met Tedesco komt dat niet goed. Nee. Dat is ongelooflijk spijtig. Nee. En Tedesco is niet heilig. Nee. Dus dat moeten we echt bezien. We moeten nu niet omwille dat... ik blijf vinden dat Courtois hier zichzelf in de voet schiet. Maar dat wil niet zeggen dat Tedesco God de Vader is. En hij zal, en er is dat verhaal van Heuwedes in Schalke... Dat is ook maar Heuwedes. Als ik Courtois was, zou ik daar zeker niet meer vergeleken willen worden. Ja, Heuwedes is wel wereldkampioen geworden. Ja, wel. Maar er zijn er nog wereldkampioen geworden die de schoenen of de handschoenen van Courtois niet mogen aantrekken. Hè. Nee, bij Argentinië. Veel paar. Nu ook, hè, vorig jaar. Genoeg erover? Denk het wel, hè. Ja, het is al vrij lang geweest. We moeten het een beetje hebben over de 2 toppers van vorige speeldag in eigen land, denk ik. Antwerp-Anderlecht, om te beginnen, als we dan toch over Jan Vertonghen spraken. Ik vond dat een van de beste matchen van het seizoen, om naar te kijken. Er waren wel nog goeie. Ik vond dat redelijk snel gezegd werd. Het was zeker een goede match. Ja, als neutrale toeschouwer ook een van de leukste misschien om naar te kijken. Ja, maar het gaat mij ook om waar Riemer en Van Bommel
na de match hebben gezegd om alles wat dat daar rondhing, alles klopte of zo. Ik weet niet, het was een goede scenario, goede sfeer. Nee, dan nog die bal op de paal, dat resoneert ook wel nog altijd in uw hoofd. Dat is goed voor een wedstrijd. Wat een bal, jongen. Kijk, fantastisch dat die trapte was. Heel hard. Dat is niet normaal. En die goal van, gewoon even om over een bal op de paal, een kleine zijsprong. Het gaat naar Italië, denk ik. Nee. Een goal van Kvaratskhelia gezien op die assist van Osimhen. Dat hij hoog houdt zo. Ja, Osimhen houdt die bal hoog en die trekt die terug. En die shot... Binnenkant paal en andere kant. Ja, maar binnenkant. Die shot recht op de paal, maar er zit zoveel effect dat op. Dat hij een bal binnenkant... Ja. Dat is niet normaal. Dat moet dus die bal is recht op de paal, maar dat effect is zo hard. Ja. En ook die Kvaratskhelia was dolgelukkig met Osimhen. Ja. Dat was mooi. Het is heel mooi. Ze van, jij naar mij, het is omgekeerd. Ja, ophoepelen, kijk. Okay. Is eigenlijk wat dat is. Helemaal niet. Nee, maar omdat binnenkant paal is zo... Want die bal van Keita is veel meer binnenkant paal dan die van Kvaratskhelia. En die ging binnen. Dat is zoiets. Ja. George en Jouquet. Dat zijn wel twee sensaties in wording, of mag ik al meer dan dat zeggen? Ja, die George, dit is toch sensationeel. Het is wel spannend. Ja, is ook altijd spannend. Ja, allebei. Ik denk dat ze Antwerpen in de breedte sowieso al versterkt zijn, omdat ze van vorig jaar, vind ik. En dat ze op de juiste moment... Ja, dat hebben we lang niet gezegd. Hè, nee, Stengs. Want we missen vaak over Stengs. We missen met die Nejouk. Ik ben daar niet volledig mee akkoord. Maar ik hoop dat die discussie al een keer intern gaat ook. Dat ik vind dat bijvoorbeeld Balikwisha al voor mij een heel seizoen op een heel hoog niveau aan het spelen is vergeleken met vorig jaar. Oké, hij heeft nog af en toe het moment dat hij uit de wedstrijd verdwijnt. Maar zijn stats spreken voor zich. En op momenten dat hij de ploeg moet doortrekken, trekt hij het erdoor, vind ik. Dus dat was vorig jaar veel minder. En ik denk dat Juke een verbetering is op zich van Moeia. Dat sowieso. En dat je nu inderdaad een tweede spits hebt achter Jansen. Die als Jansen dood zit nadat hij een hele wedstrijd ongelooflijk heeft gewerkt, op een kwartier, 20 minuten ook nog een wedstrijd kan doen kantelen. Dus dat is sowieso een meerwaarde van Antwerpen. En ik denk ook vooral dat, nu dat ze uit Europa liggen, dat voor Antwerpen positief... Uit Champions League, Europa. Ook. Maar je zei Europa League. Uit Europa. Europa League. Sorry, mijn articulatie is nog. Nu dat nog kan. Maar dat ze wel meer punten gaan halen in de competitie ook, want dat heeft hem wel punten gekost in de competitie. Dat is het straffen aan Union. Hè. Ja, sorry. Dat is het grote verschil. 18 op 18 na donderdagmatchen. Ja, is gek. Ik denk dat dat lang niet gebeurd is in België. Ja, ik denk dat dat bijna onmogelijk is. Hebben die de beste ploeg na Union? Nee, Club Brugge. Ja? Papier bedoel je? Ja, ik begin te twijfelen hoor, sorry. Als je club blijft, toch moeizaam voetballen niet. Ja, op papier denk ik wel dat nog altijd Brugge de sterkste kern heeft. Maar op dit moment denk ik in vorm, uiteraard. Hey, die Koulibaly is ook goed aan het spelen. Ja, dat is het ding. Antwerpen staat verdedigend zo goed. Sorry. Waardoor die zo kunnen die aanvalsgolven doen. Hè? En met die tegen Nejouk is een speler voor eigenlijk in het laatste derde van het veld. Het feit dat hij die nu zet, wil ook zeggen, ja, we komen daar. We zijn daar stabieler. Al zijn we nu wel over de tweede helft aan het babbelen. Ja. Want de eerste helft was Anderlecht echt heel sterk. Van echt heel goed de ruimte gebruiken, heel goed voetballen. Nou, wel daarom dat ik het terecht gelijk spel vond. Maar veel Antwerp-fans waren het daar niet mee eens. Ik vond het echt terecht. Omdat je moet meenemen dat Anderlecht 70% van die match voorstaat. En dan gaat hij minder hard naar die tweede goalen. Ja, dus die verdedigen goed. Hetzelfde geld. Eerst Paal, maar volgens mij was het Alderweireld die... Nee, Bataille. Nee, Alderweireld. Oh, nee, op de lijn. Ja? Die bal die hij kaatst. Ik hoop dat Bataille is, want ik heb hem wat oneer aangekend. Dat is Bataille. Maar oneer, Bataille, zijn seizoen is toch geslaagd met die perfecte assist op George in de Champions League. Want dat is een bal die hij niet verwacht, die uit de kluts komt. En hij geeft hem perfect mee op die 17 jaar. Assistenkoning. Top, hè? En zijn jaar is geslaagd met een assist op Alderweireld. Ja, geen kijk. Die neemt een abonnement. Ja, maar die vind ik minder mooi. Dat is voor de rest van het leven. Dat is briljant. Maar niemand doet veel belangrijker. Nee, dat is briljant. Ja, maar ik denk dat Toby ook zei... Jelle, wat ze hadden erop geoefend, denk ik. Ja, maar we hebben het gezegd, hè? Nee, maar we hebben toen de vier backs in die match opgenoemd. Dus Avila, never. Munoz zelf en links Arteaga. Bataille was de enige van de vier die dat daar deed, denk ik. Ja. Maar dat is terug te komen van Bataille in Champions League. George die werkt toch heel slecht. Allee, hij trapt hem goed binnen, maar hij werkt heel slecht. Chance, hij raakt hem totaal verkeerd. Hij raakt hem zoals Özil hem altijd raakte vroeger. Ja, dat is de Özil-touch. Maar Özil bedoelt. Ja, bedoeld. Maar hij wil gewoon heel hard trappen en hij forceert een schotting en hij trapt zo in de grond. Maar whatever, 17 jaar en een winning goal maakt. Waanzinnig. Nee, tuurlijk. Ik heb
Trouwens, nog een leuke stat over Jelle. Bataille zijn assist. De laatste drie assists waren die dat een titel wint. Eén die de Supercup wint. En nu eentje om van Barcelona te winnen. Dus Champions League punten. Ja. Niet verkeerd. Voilà. Ik vond wel, maar ik zal... Je mocht mij allemaal dooddoen. Antwerp fans. Gaan we weer sfeersponsors zijn? Union fans. Er werd veel te veel over die matchen gedaan. Ik snap de blijdschap, maar je speelt niet... Allee, sorry, je hebt niet gewonnen van Liverpool en je hebt niet gewonnen van Barcelona. En dat blijf ik denken. Ja, dat is uw fout niet. Nee, dat de fout is. Maar dat je er daarna over doet alsof je dat gedaan hebt, dat is wel uw fout. Ik volg wel wat ik wel zot vind. Nee, daar ben ik niet mee eens. Wat ik zot vind daaraan is bijvoorbeeld... Als je nu bijvoorbeeld de campagne van Club Brugge vorig jaar in de Champions League vergelijkt, dat was een heel goede campagne, maar die... Het heeft zo'n negatieve bijklank gekregen door hoe dat is geëindigd. Dat ze op het einde minder resultaten haalden. Antwerp is eigenlijk tegenovergesteld. Ze hebben eigenlijk elke wedstrijd verloren. Die van Brugge was toch feestraf? Ah, wel, maar de laatste hebben ze dan gewonnen tegen Barça. En ik heb het gevoel dat de perceptie nu is... Ja, die van Antwerp was wel geslaagd en die van Brugge was een beetje mislukt. Dat gevoel leefde ze wel. Oké, bij mij alleszins niet. De van Brugge was een van de zotste campagnes. Liverpool, heb je gekeken wie dat daarop stond? Ja, maar je hebt gelijk. Union heeft goed gespeeld en Antwerp heeft goed gespeeld. Daar doe ik niks van af, hè. Nee, maar er is één ding. Dat is het format dat hij heeft toe winnen. Daar zijn we het over eens. Stel de waardes eens op van die B-ploegen. Ja, maar ja. Maar die spelen bijna nooit. Ik hoop echt dat we nog altijd beter, dat ons beste ploegen beter zijn dan de B-ploegen van die jongens die nooit spelen. Hè? En dat is bewezen. Chapeau, hè. Goed gespeeld. Knap. Philippe, ik doe niks af van de prestatie. Op één ding na de eerste zege van Antwerpen in de Champions League, wel belangrijk. Dat je die drie punten pakt. Ja. Dat je niet met nul achterblijft. Dat van Bommel nee, eerste zegeboek. Dat wel. Daar ben ik mee akkoord. En je moet het nog altijd doen, hè. Maar, absoluut. Dat zeg ik allemaal niet. Maar Pedri en Lewandowski waren daar wel, hè. De totale vreugde over dat snap ik niet. Maar het zal aan mij liggen. Maar ik snap die niet. Ik denk dat je supporter wel echt keigelijk is. Ik ben geen supporter, hè. Ik ben een kijker die naar een matchje kijkt en die afvraagt. Dat een kijker niet wild euforisch wordt, maar dat de supporters en die club zelf, we hebben Barcelona hier geklopt. Ja. Het is ook voldoende gezegd, denk ik, hoor. Wat jij hier zegt, dat het tegen de B-ploeg Ik snapte wel niet, want er waren mensen die zeiden voor zo de coëfficiënt om in te voeren tegen welke ploeg dat je wint en zo, dat je daar meer punten voor krijgt. Ja, dat gaat niet, want dan moeten alle matchen ertoe doen. Dat was het voorbeeld van tennis. Maar ja, tennis doet elke match ertoe. Het is niet dat ik verlies en ik ga toch door. Dus ja, ik, dat is waar. Maar je mocht wel blij zijn dat je Barcelona klopt. Ik zeg niet dat je niet blij mocht zijn. En zeker de manier waarop je zelfs heel in minuut 91 zo nog denkt van... Ja, toch maar een puntje. En dan was toch... ook een fantastisch. Allebei hebben die echt een heel goede wedstrijd gespeeld. Maar niet tegen... Voor mij hebben ze niet gewonnen van Barcelona. Niet van ze liggen ook allebei uit hun toernooi. Snap wel wat je zult, dus dat is ook zo. Ja. Maar als je nu over format hebt, dat nieuwe format van de Champions League, wat denk je daarvan? Ik vind dat nog super ingewikkeld om... Het is wel onder voorbehoud nog steeds. Gaat het over het nieuw van de Super League? Je bedoelt van de UEFA zelf, met de 10 matchen. Niet de Super League, hè? Nee. Ik heb het format van de Champions League, daar zouden ze willen op terugkomen. Mijn gevoel... Het is wel officieel. Ja, het is officieel, maar ze zouden er nu willen op terugkomen. Ik heb een PDF van 80 pagina's gekregen om dat uit te leggen. Dus maar zouden die nog meer van dit soort matchen krijgen? Ah, wel, dat is mijn... Vrees ik. Dat was mijn angst van in het begin. Zonder echte spanning of inzet hebben. Of dan is dat voor eventueel zoveel te worden dat je tegen die gaat wel spannend zijn. Ja, maar minder zo van... Ja, maar weet je, wat je wel gaat krijgen is... bij voetbalmanager zit er zo al in. Dus de laatste match kunnen er zo 5 nog zich kwalificeren. Dan gaat keiveel match om doelpunten te saldo. Ja, dat gaat heel veel rekenen. Je staat daar, maar als je die match verliest, staat je 7 plaatsen lager. Kopenhagen. Dat is echt... Kopenhagen dat zich nu kwalificeert, dat is het mooie van deze ronde van de Champions League. Ja. Die daarin zijn geslaagd. Ik wil erbij zeggen, als Antwerp daar had gespeeld, hadden ze kans gehad. Tegen die... Ja. Wat? Durfde jij zeggen Antwerp... Ik wil niet tegen elkaar rechtstreeks uitschakeling. Antwerp, Kopenhagen, Antwerp. Ik zet mijn geld op Antwerp. Oké, voilà. Dus ik bedoel maar... Philippe Joos, we roepen hem in het leven. De wisselbeker dit jaar met... Kopenhagen tegen Antwerp. Nee, dat is het mooie. Dat kan. En als die kans nog eens wordt gereduceerd door dat nieuwe format... Dat is niet, hè. Nee. Dat was die laatste match. Wat wordt toch zo meer? Het gaat gewoon niet duidelijk. Nu was het... Je zit op verschillende tafels. Als Gilles moet dat dan binnenkort presenteren, want de Champions League gaat naar play, dan moet hij uitleggen de laatste speler. Maar goed, Europa en Conference in al deze scenario's systemen, kan die ploeg nog doorgaan. En dat is dan echt teammogelijk. Maar het is meer een competitie dan echt een toernooi. Ja, dat klopt. En dat vind ik jammer. Omdat het wordt een toernooi na een nieuw jaar. Uiteindelijk. Maar in het begin is het toch minder zo... Het is één Diego Maradona, zijn eerste Champions League match, loting. Napoli, Real Madrid. Eruit.
Maradona heeft 6 keer Champions League gespeeld. 6 beker. Ja, Europa Cup 1. 6 keer Europa Cup 1. Ja, Vermeeren evenveel dan. Ja. Magisch. Ja. Voilà. Dus ik bedoel maar, dat was het vroeger. Hè. Dit was al een gigantische toegeving aan de topclubs. Om meer matchen, om er langer in te blijven, zelfs als het mislukt. Mm-hmm. En nu gaan we nog meer onder druk van de Super League. Hebben ze iets proberen creëren dat nog meer clubs gelukkig maakte. Waarmee we meteen bij ook actualiteit van de week zien. Laten we de zijsprong even verder zetten, wat de Super League... Er is een uitspraak geweest waar de Super League zelf of alleszins het bedrijf erachter heel triomfantelijk over heeft gedaan. Intussen zijn we een dag of twee later. Blijven enkel Real Madrid en Barcelona fan van dat concept? Napoli ook. En Napoli schoonvoetend. Mijn indruk is dat er niet zo heel veel gaat veranderen, althans niet op korte termijn. Dat de macht wel degelijk bij UEFA en FIFA blijft. En dat die entente tussen topclubs niet zo stevig blijkt te zijn. Heb ik het mis? Nee, hebben ze wel wat meer onderhandelingstroeven, denk ik. Ja. De uitspraak is een strikt juridische om te zeggen, UEFA en FIFA hebben wel degelijk het recht om regels op te leggen aan dit soort toernooien. Alleen moeten die transparanter. Ze willen niet zeggen... En ze moeten geen fiat geven voor een mogen nieuw... eventueel... Je kunt ze niet straffen. Eigen voetbalcompetities oprichten. Maar zien jullie het gebeuren dat die Super League of eender welke vorm, wat het ook mogen zijn, er komt? Want ze proberen nu ook heel hard te paaien met alles wordt gratis gestreamd. Hè? Dat is dat in de communicatie van... Oké, dat klopt. Hè. Maar ik ben naar de film geweest. Goeie film trouwens. The Holdovers. Goeie film. Paul Giamatti. Cultuurtype. 14 euro. Ja? Voor 14 euro denk ik dat ik bij PlaySports een maand... Ja. Driekwart maand, denk ik. 108 voetbalwedstrijden ziet. Allee, ik denk niet dat het grote argument is. Ik echt. Hè. Ik kan mij vergissen en ik wil niet zeggen, want dan... Charme-offensief, Philippe. Het is een marketing... Ja, ik weet het. Maar dat maakt mij zeer achterdochtig natuurlijk. Want we gaan... Het is niet dat ze het gratis gaan doen. Hè. De mensen die achter de camera staan, die mensen... Dus ja, reclame tot dat we er helemaal zot van worden. Allee. Ja, ja. Misschien bij wat gaat er gebeuren nu? Stel dat je die drie hebt. Stel dat je die drie hebt. Welke drie? Stel dat Napoli daar ook bij is. Stel, dan heb je er drie. En dus in Engeland gaat niemand meedoen. Er gaat zelfs een wet komen dat het niet mag. Blijkbaar, wat ik ook heel raar vind. Maar oké, dat kan, want ja, zit niet binnen de EU. Kan dat? Ja. Moet van wel. Ja. Ja. Dus stel nu, Bayern München heeft ook al gezegd... Nee, ze hebben zich trouwens wel allemaal enorm op voorhand. Daar schrok ik echt van. Ik las een interview met Rummenigge. En nu, dat komt er nooit door. Ik dacht wel, mij verrast die uitspraak op zich niet. Die is toch in lijn perfect met alles, meer liberalisering. Of wat dat beter is voor het product, dat is soms wel, soms niet. Maar die uitspraak op zich verrast mij niet. Mm. Maar Bayern ook niet. Dus het grote probleem gaat worden, stel dat die Arabieren daar echt gigaveel geld in pompen. En stel, ik zeg nu maar iets, dat Club Brugge zegt, wij gaan. Wij doen daaraan mee. Anderlecht werd zelfs even gezegd. Stel dat die clubs zouden zeggen, ik neem nu voorbeeld club. Ja, ja. En die krijgen 100 miljoen. Om deel te nemen. Aan dat soort toernooien met 5 Saoedi's. Met 5 Saoedi's, met Boca Juniors, met Barcelona, met Real, met kanonnenvlees. Ja, ja. Voor die echte toppers, maar die doen mee. Ja, en een paar keer 100 miljoen is het niet kanonnenvlees. Ja. Ah nee, ja. Dus dat is het. Dan ontregelt je toch enorm je eigen competitie. Dus ik denk wel dat er misschien ploegen... Ik zal nu zeggen, Kaiserslautern. Die gaan dat nu niet doen, want dat is Duits en dingen. Maar stel nu dat die denken, wij zijn een gevallen grootheid. Wij kunnen nooit tot aan Bayern geraken. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat er een paar zijn die denken, wacht eens. Ja, maar die gaan toch geen... Wat zijn ze daarmee? Het is daarom dat ik dacht dat de Italiaanse ploegen het zouden doen. Maar ja, bedoel, je gaat... Agnelli was er voorstander van, en Maldini eigenlijk ook. Want het is tegen de Premier League, hè? Daar moeten we ook niet aan onze over doen. Maar dat snap ik ook wel. Dat Real Madrid, Barcelona, zoiets hebben. Ja, maar hoe langer dit blijft duren met het geld in de Premier League, hoe minder kans van nog op Champions met League. Met het feit erbij dat wat allemaal in Barcelona is gebeurd, qua wanbeleid, die moeten niet hoog van de toren blazen. Maar waarschijnlijk omdat ze in een rat race zaten, waar ze voelen, we kunnen niet meer mee. Voilà, en er is meer wanbeleid bij Man United. En die krijgen en gewoon ieder jaar... leven nog. Voilà. Maar dat ligt meer aan de competitie dan... aan hun eigen competitie. Dat is in de Serie A ook. De stadions zijn allemaal verouderd. Ze weten begot niet hoe dat ze contracten moeten verlengen. Ze kunnen. Ja. Ze hebben het zichzelf aangedaan door in 92 niet op te volgen wat de Premier League heeft gedaan qua tv-contracten en sponsoring en dergelijke. En nu zijn ze aan het achterlopen en hebben ze gezegd, we maken onze eigen competitie.
denk, het beste is het een beetje druk zetten op UEFA om te laten zien van... Maar ik denk dan altijd, de eerste die eruit vielen waren de Beveres van deze wereld. Dan zijn de Anderlechts van deze wereld eruit gevallen. En dan hadden de Italianen geen enkel probleem, ze. Dat was allemaal... als Berlusconi nog rijk was, vergeleken met de rest, dan mocht alles. Ja. Ja, jongens, dat is wat je gecreëerd hebt. Er is maar één methode om dat te stoppen. Dat is 3 buitenlanders per ploeg. Dat is de methode. Dan krijgen we weer een downsizing en een veel breder palet aan clubs. Moet de duur wel terugkomen, hè? 3 buitenlanders per ploeg. Ja, je gaat hem hier veel geld verdienen. Maar dat willen we niet, want dat is ook in strijd met Europa. Mij mag die veel geld verdienen. Dat is zeker niet in strijd met Europa. Dat is volgens mij wat alles... Heel concreet, want stel nu dat jouw idee, dystopisch idee wat mij betreft, waar wordt. Hè, Saoedi's beginnen zich te mengen. Er ontstaat een alternatief. Ik vrees dat die zich mengen. Hè. Betekent dat dan dat Real en Barça de UEFA links laten liggen? En ja, dat vraag ik me af. Dat zou ik wel weten. Ze doen niks anders al in hele dingen. Ja, maar hoe lang? Ze moeten toch ook ergens beseffen dat je dan zo iets zomertoernooiachtig krijgt, Sam? Waar dan niemand naar kijkt. Dat is wat de Supercups nu zijn. Als je nadenkt over de Super League en al die ploegen die daar gaan meedoen, dat is allemaal fijn, maar dat moet dan de NBA worden van het voetbal. Die kunnen niet dat daar gaan doen en dan nog in een competitie. Maar nee, in hun eigen competitie. Dat gaan ze moeten beseffen. Okay. Maar de Super League heeft als al ze dat doen, dan kan het wel. Hè. Dan kun je zeggen, Real Barça... Wacht, maar je bedoelt, dan zijn die weg uit La Liga, bedoel je? Ja, dat is het enige dat je zo in de Super League kunt doen, hè. Ja, een NBA-systeem, maar een paar ploegen over heel Europa en Saudi-Arabië nodig. Dat kun je toch niet doen met Anderlecht? Nee. Ja. Met Kaiserslautern. Als je ze genoeg geld geeft, wel. Dus wat je dan eigenlijk zou zeggen, als je denkt dat wel kan, dan is dat je die dan kunstmatig gaat oppompen. Ik denk niet dat kan. Gewoon wat zij eigenlijk willen bekomen, kan volgens mij wel alleen maar op die manier. Ah ja, maar dat was hun initieel voorstel. Hun initieel voorstel was dat in het weekend spelen en een gesloten circuit. Ja, maar wel ook nog terwijl overal deelnemen. Ja. Hè? Ja. Ja. Dat zou zo niet. Dan moest Westerlo op woensdag gaan spelen. Hè? Dan moesten de mensen daar niet meer in het weekend naar het voetbal. Ja, dat maakt mij heel moeilijk allemaal. Ja, mij ook. Ja. Maar ja, goed. We zijn wel een weg aan het ingaan dat het steeds dezelfde ploegen gaan zijn overal. Dat is in de Champions League ook al zo. Hè? Ja. Nogmaals, dat is ook niet cool. Hè? Dat kun je alleen terug met 3 buitenlanders per ploeg. Dan is dat weg. Ja, maar dat mag niet volgens de Europese wetgeving. Nee, omdat de Europese wetgeving voetbal niet beschouwt of sport niet beschouwt als iets apart. Maar dat ook werknemers zijn. Dan moet je gewoon zeggen tegen die mens die hier in een staalfabriek werkt. Jij bent een werknemer, just gelijk Cristiano Ronaldo. Dat moet je eens gaan uitleggen. Maar ja. Dus we zijn eigenlijk al voorbij een punt waarop we nog voetbal... Dat punt is voorbij, ja. Sociaal, hoe zeg je dat? Ik wil niet socialistisch zeggen, maar... Ja, maar dat is de enige oplossing. Evenwichtig kunnen maken voor alle clubs. En net dat gebeurt minder natuurlijk. De verdeelsleutel, want daar gaat het eigenlijk om. Hè. De verdeelsleutel wordt altijd maar meer naar die grote ploegen, waar daar ook meer mensen naar kijken. Hè. Dat is een sneeuwbaleffect, hè. Dus dat is ook allemaal niet onlogisch. Maar wanneer is dat op? Want bijvoorbeeld, als ik de NBA als voorbeeld geef, daar gaan de kijkcijfers naar beneden. Hè. Hmm. Het is zoveel. Zo? Ja? Ja, het is zoveel. Lakers tegen Golden State. Ja. Ik kan nu niet kijken, maar ik zal binnen 3 weken wel die matches zien. Ik vind nu niet dat de UEFA... Allee, dat is inderdaad niet de meest perfecte organisatie ter wereld. Dat is een moment. Maar ik geloof wel nog altijd... Ik geloof nog altijd meer in hun schipperen en proberen om toch nog die voetbalpyramide min of meer in stand te houden dan bij die Super League clubs. Als ik die Agnelli zie, die nu... hij heeft een liedje van U2 gepost, hè, want hij heeft gelijk. Dan denk ik, maar jongen, jij... Best dat jij overal uitzet. Echt waar. Agnelli is... Dat is het kwaad. Bij de UEFA zijn ze veel sympathieker, hè, met Platini en consorten. Goeie gasten. Nee, maar toch nog... Er zit toch nog ergens een rem op. Nee, het is waar. En ik kan maar... Want het zijn altijd dezelfde clubs. De UEFA heeft dat voor een deel proberen tegen te gaan door die Conference League te creëren. Het resultaat is nu voor Belgische ploegen, en dit jaar opnieuw, hè, de 3 die overblijven, zitten in dat C-toernooi. Ik kan daar eigenlijk wel mee leven, hoor. Dat je in een aantal klasses van de Europese voetbal is. De namen alleen al van de toernooien vroeger, hè, Europa Cup 1, Europa Cup 2, dat gaat toch ook al in die richting.
Niet dat je er een aantal maar, hebt. Ja. Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Nee, maar vorig jaar was in Europa Cup 3 soms straf, de beker de Europa Cup 1. Europa Cup 2 was beker de beker. Nee, ja, en dat was zo'n toernooi waar dat... Ja, ik vond dat cool. Ja, maar dat was cool. Ja. Maar ik bedoel, er kwam soms een ploeg in die... Ja, 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 ja. Maar Europa Cup 3, ja, had je 3 Engelse, 3 Italiaanse, 3. Ja, dus dat was eigenlijk straffer toernooi dan de Champions League. Dan Europa Cup 1, vaak. Nee, omdat daar alleen enkel de kampioen mochten. Dat vond ik wel ook eigenlijk cooler. En dat was ik vond dat ook cooler, maar uw Europa Cup 3 was... De meest gedevalueerd is de Europa League. Ja, klopt. Ja, ja, snap je? Ja, ja. Door... Ja, ja. Dat is nu ook weer iets beter, hè, sinds de Conference League eronder zit. Allee, dus er wordt heel veel op gekakt, maar... Het is nu, omdat ik het ook al 3 jaar op rij presenteer, sorry Sam. Nee. Daar zit wel iets hoor in die Conference League. Niet altijd natuurlijk. Nee, maar het probleem is zijn als het altijd wordt gewonnen door een Premier League ploeg of door een als de Fiorentina's twee geweest. Ik vind wel dat de Conference League meer zo geleerd wel bepaalde ploegen kennen en ook bepaalde competities die je wel onbewust meer gaan volgen door de Conference League. Dus ik vind dat op zich wel een goede... Maar na nieuwjaar, hè, want Čukarički, ik ben ze morgen weer vergeten. Hè, dat, ja, nee, maar het ja, maar ja. Het valt veel meer mee dan dat we initieel dachten. Ja, dat denk ik ook. Ja, en de heroïsheid in België gaat groter worden. De heroïsheid? De heroïdheid. Of ja, voilà. Dat haftig. Vorig jaar was Anderlecht de kwartfinale in Gent. Ja, ja. Vallen ze zelfs halffinale in Gent voor? Nee, kwart denk ik. Ja? Oké. Okay. Toen was het alleszins, maar de Conference League, als we nu 10 jaar verder zijn en nog nooit heeft een Belgische ploeg dat gewonnen, dat gaat wel iets zijn als je kunt winnen, wat we vorig jaar zo. Je denkt nu toch, dus de manier waarop Club Brugge door zijn groep is gefreewheeld, denkt het toch van, het zou toch maar eens moeten lukken. Maar de oppositie komt natuurlijk nog. En stopt dat dan waarschijnlijk toch in de kwartfinale of ook in de halve, maar je weet dat toch nooit. Alleen, een toernooi dat je kunt winnen, beetje geluk met je loting. Waar dat je bij nadenkt, waarvan dat je tenminste denkt dat je het kunt winnen, is een interessant toernooi. Dat is waar, Spar. Terwijl een toernooi waarvan je weet, Maar is het ergens ook niet mooi dat je een bepaalde piramide in stand kunt houden? Want zonder die piramide heb je nooit het verhaal Leicester. Het verhaal dat Union nu de laatste 3 jaar is aan het doen. Dus ergens moet je het overwinnen van een grotere macht, een financieel sterkere macht. Daar zit nog iets moois in. Natuurlijk moet wel binnen de perken blijven, natuurlijk. Ja. Want je kunt niet winnen van een ploeg die 3-0 achter je budget kan zetten. Wat bedoel je? Dat je niet alles gelijk moet doen? Dat klopt ook. Dat vind ik ook. En uw aantal supporters, dat mag allemaal mee blijven spelen. Maar misschien zijn we de UEFA al iets te veel aan het lof aan toe. Zoals ik begin me zorgen te maken over onze zieltjes. Maar nee, we moeten daar blijven. Ik heb er een flop gekregen. Ten opzichte van die Super League, dat zijn puur... Twee ploegen bij wie het water aan de lippen, zeker dan Barcelona, die een oplossing zoeken en die... Daar heb ik eigenlijk wel nog minder vertrouwen in. Ja, qua voetbalpyramide, qua het voordeel daarvan voor... We gaan nu zeggen, A-agent. Ja, wat is het voordeel voor A-agent? Maar ik ben wel benieuwd, als ze doorzetten, en als ze echt... Maar dat is toch ook raar, Real, zo... Hey, la decima, la quintessima. Ja, hey, zo... Het is te gemakkelijk over, hè. Zo'n nieuwe uitdaging, ja. Nee, maar staan nu... Maar alleen dan die bekers en ineens trapte jij het mee af. Dat is toch ook raar? Dat is wat die bekers is zo'n fierheid. En terecht, dat is zo mooi. Ik was op Aston Villa, hè. Daar staat... In de spelerstunnel staat... Die staat daar, hè. Elke match, hè. Ook tegen Stoke City, als ze in tweede klas speelden, hè, staat die een beker daar. De spelers wandelen daar voorbij op weg naar het veld. Dat is deel van... Dat is de beker. Het allerergste zou toch zijn zoals in boksen. Zo van, X is wereldkampioen gewoon tegen hij, Las Vegas, maar op potverdorie. In Washington heeft Z tegen X accent gebokst. En die is ook weer, die heeft ook zo'n band. Ja, ik volg het niet meer. Hè. Nee, dat is waar. Dan is het gedaan. Dat is, dat is de dood. Dat is ook hetgeen wat er gebeurt in golf. Hè. Dat is die, blijkbaar. Dat is die tweede league hebben gecreëerd ook voor geld. En dat nu inderdaad... En dat zijn de Saoedi's, hè. Hetzelfde principe. Ja. Terug naar eigen land. Club Gent was ook wel de match van het weekend, vorig weekend. Met heel veel gedoe over de VAR, maar eigenlijk... About nothing. Het was niet nodig. Je zou nog kunnen denken dat Club een penalty zou moeten gekregen. Dat Gent een penalty zou moeten gekregen hebben in het begin van de match. Maar vooral ook dat de VAR de buitenspel van Thiago eigenlijk pas later trekt. En dat vind ik een beetje raar. Dus dat is niet op die moment, van die fase is dat niet gebeurd. Je bedoelt niet dat... Want uw inleiding leek alsof je de hijsa niet nodig vindt. Nee, je begrijpt de hijsa.
Nee, ik begrijp dat de hijs in het begin leek mij misplaatst, want iedereen zei, dat klopt niet, Thiago stond buitenspel. Thiago stond geen buitenspel. Maar het probleem zit in het feit, denk ik, dat die lijn niet op dat moment is getekend. Maar wanneer dan wel en op wiens initiatief? Instigatie. Ja. Dat is toch iets. Oké, de hijs over de penalty begrijp ik wel. Ja. De welke? Ja, de Ruppers. Dat wel. Dat vind ik ook. Dus, ja. Ook al is er wel een overtreding op Niels. Ik vind een rare redenering van de uitleg van de VAR dan nadien. Dat zei van, omdat er een fout wordt gemaakt daarvoor op Niels of een mogelijke fout, kan de VAR niet scoren. Achteraf zei ze wel dat Niels is geblesseerd van het veld moeten gaan door die fase. Mm-hmm. Dus er is wel effectief iets. Ja. Maar dat hoeft niet altijd door een nee, dat is ook fout wel, een blessure. Dat is ook wel, maar Niels is ook niet de type speler. Nee. Die gisteren stapte Mitoma. Dus Brighton speelt 1-1 op Crystal Palace. En Mitoma gaat in een dribbel en die gaat neer. En eerst heb je dat longshot en ik denk, allee, Mitoma en Schwalbe, dat is raar. Want het was echt duidelijk dat hij niet... Maar je zag achteraf in de herhaling, die verstapt zich. Denk om. En dat is echt... ik hoop dat hij niet zwaar geblesseerd is, maar je ziet dat echt gebeuren. Dus, want om even dat terug, was geen fout. Om terug te komen op club, de Gent geen penalty krijgt, ik ben het daar ook niet mee eens, maar ik vind het wel te verdedigen, die beslissing. Ja, het is niet zo. Als Ajek dan zegt dat je met... zegt zelfs dat je met twee handen... Ja, ik ben niet akkoord. Ik wil zeggen, ik vind dat zuiver penalty eigenlijk. Als iemand zo aan u... Even klemt, ja, dat is genoeg, op het moment dat je wil shotten. Je kunt nooit meer gewoon normaal... Wat dat wel zo is, denk ik, hij, de ramp is dat hij valt niet echt... Naturel of goed, maar dat is omdat hij weet dat hij moet vallen om eventueel een penalty te krijgen, want anders bekijken ze het zelfs niet. Ja. Maar dat doet niks af van dat klemmen. Nee. En het is wel zo dat de eerste half uur vond ik wel dat Gent controle had. Dat ze wel min of meer baas waren. Dus in die zin is dat wel een bepalende fase. Ja, uiteraard. Maar er is toch wel een verschil tussen Gent tegen kleine ploegen, zoals gisteren. Dat is wervelen, dat is prachtig. En tegen die grote is het toch fuck. Maar Gent was toch in de tweede helft, vond ik dat ze met 10 eigenlijk ook nog... Ja, omdat die match was gedaan. De club was blij met En we hebben ze toch heel hard gelaboreerd de laatste week. Ja. Met zo tegen Genk goed, tegen Union goed, tegen Anderlecht. Ja, Anderlecht komt daar gewoon voor. Ja, maar niet winnen. Nee, dat niet. Snap je? Maar niemand wint veel. Toppers. Nee, dat is waar. Bijna iedereen is gebuist en enkel Union. Ja, dat is Union heeft 1.8 of 1.15 of zoiets. Ik vind dingen al weken goed voor Fana. Dus echt het lichtpunt. Ik wil zeggen, één van de lichtpunten mag toch iemand... Dat is de factor die het... hoe dat hij die bal gisteren binnenstelt naar links. Waar ligt zijn plafond volgens jullie? Dat is een van de vragen die ik had opgeschreven. Hoe gaat hij groeien? Want hij is super jong. Heel hoog, denk ik. Waarom? Maar het voordeel heeft dat hij op 3-4 verschillende posities kan spelen. Dat is ook een plan voor Van Aalsbroek, want dat is door hem dat hij... Wacht, een flankje waar nog? Wingback, flank, als tweede spits, denk ik zelfs. Ja? Tussen de lijnen. Op 10 zelfs. Hij is zo goed aan de bal dat hij kan rechtsom, linksom. Hij zal wel moeten kiezen, hè. Sorry? Als je hoger gaat... Het zal zoals Noes aan flank worden, denk ik. De andere uitgezegd, hij gaat wel moeten kiezen. Ja, hij kiest als Tossard. Tossard heeft ook nooit echt gekozen, toch? Ja. Tossard kan ook op 2-3 verschillende posities spelen. Dat is niet altijd een voordeel. Hè, nee, het is geen voordeel, maar depaneer. Maar bij de Rodeo staat hem vaak op de laatste wedstrijd op 10 gespeeld. En eigenlijk is dat een pure flank, toch? Ja, maar Fofana misschien op de flank, toch, denk ik. Maar hij is Belg, voor een goed begrip. Ja, toch? Ja. Sprak 2005. Ja, geweldig. En heel onbevangen, zo kan twee keer een actie missen. Ik weet, zijn match op RWDM was hij fenomenaal goed, maar ze winnen daar niet. Weet je, dan blijft dat zo altijd wat. En dan scoort hij net niet. Terwijl gisteren, dat komt ook door dat doelpunt. Dat iedereen ineens weer de schijnwerpers op hem had. Dat is een fantastische ploeg. Maar hij droeg de ploeg ook echt wel. En maar 18 jaar, hè. Maar 18 jaar, 2005 is heel jong. En dat klopt wel, denk ik. Maar dat neemt men net voor hem in, dat hij niet... Hij voor jezelf durven gaan in bepaalde fases, dat krijg je pas als je een tijd meedoet. Ja. Of je zegt 16 jaar, ik ben een god, maar dat vinden we ook niet tof. Dus ik vind dat wel goed, deze evolutie. En je voelt ook bij zijn ploegmaats dat ze hem zoeken. Ja. En dat zegt voor mij alles. Als je ploegmaats je zoeken, als zo'n jonge gast in die ploeg, dan wil dat zeggen dat ze hun vertrouwen hebben. En dat zijn belangrijke spelers. Hè? Dat soort mannen die je de bal op de flank kunt geven voor daar man uitschakelen. Ze hebben er veel in met zo'n sprankel bij Gent. Hè? Dus Orban in zijn beste dagen, Kuipers eigenlijk ook. Hong, Brown, Tissoudali. Ja. Maar ik wacht op de man die de sprank leeft in een topmatch. Snap je wat ik bedoel? Brown tegen Club Brugge in eigen stad. Brown is niet de sprankel, vind ik. Sprankel is niet het juiste woord. Dat vind ik wel. Brown is de... Vind je nog fenomenaal? Ja, ik ook. Ik vind die geweldig goed. Maar de sprankel
Nee, Sprankel denk ik aan... Als hem zijn flank Kuipers heeft geen eerder een brommer. Eerder een brommer. Tissoudali heeft dat toch al... Tissoudali heeft een Sprankel met een hoek af. Oh, dat is goed, hè? Want die heeft eigenlijk daardoor meer sprankels. Ja, heeft meerdere sprankels. Okay, ik vind dat jullie allemaal heel negatief zijn. Ja, ik vind het net niet. Nee. We geven het meerdere sprankels. We geven hem meer. Tissoudali blijft de man van de slechte eerste baltoets en de beste herstellende baltoets van België. Vervolgens dus weer een verkeerde baltoets en dan ramt hem binnen. Dus op, chapeau. Ja, ja. Ik herinner me nog dat weer de eerste aflevering van... Zijn we al lang bezig? Ja. Ik heb je daar, als je alle afleveringen luistert, ik heb je daar de credits op gegeven. Ik weet het, maar ik wil het zelf toen nog een keer onder op zaken zeggen. Ik weet, herinner me dat we de eerste aflevering van dit seizoen in augustus, dat de discussie was, Gent is het sterkst met Kuipers en Orban, of Kuipers en Tissoudali. En ik zei dat Gent volgens mij met Kuipers en Tissoudali veel meer kans maakt op de titel, om mee te doen de titel, dan met Orban. En ja, ik heb wel een beetje het gevoel dat dat gebleken is, toch? Daar heb jij volledig gelijk in gekregen. Ja, dat wel gisteren bij die goal van dingen deed hij wel weer iets goed. Hè? Bij die goal van Fofana. Ja. Hij trekt die twee man op hem, dat pas. Hij heeft wel een sprankel. Hè? Ja, uiteraard, maar... En Hong, die je pas buitenkant voet was, ook daarom was die goal zo mooi. Cool. Ja, stond ook te veel naar binnen. Nee, maar Hong, maar ik heb ook niet gezegd dat Hong geen sprankel had. Nee. Alleen, tegen het Heveli Leuven alleen, ook. Ja. En dan hoger. Dan is Gent kampioen. Maar dat leuk, al die mensen die... Union mag niet te fel uitlopen, want dan gaan we echt nog wel een waanzinnige titelstrijd krijgen. Allee, we hebben Antwerpen hier al gezegd. Ja, Anderlecht staat er. Gent, als die beter gaat spelen. Union, die zijn uit zicht. Hè? Ja, dat is het probleem. Ja. Hè? Dat is half probleem, erin, dat is verdiend. Nu al. En nog eens straks. We hadden het net over die topmatch, maar ik vond wel, helemaal in het begin van het seizoen, was het denk ik Hong dat tegen Club Brugge top was. Dan wel. Tissoudali was tegen Genk top. Ik denk dat Fofana was tegen... Ik weet niet of dat het... Ik weet het zelfs niet meer van buiten welke match dat was, maar ik heb wel zo elke topmatch al iemand zien opstaan en het zien halen. Volgens mij niet elke. Dat klopt niet. Sorry, Arjil, dat denk ik echt niet. Ik ga het opzoeken. Ik denk dat je Gent nog altijd kunt... Ah, je bijvoorbeeld op club al niet. Ik denk dat je die nog altijd kunt, als je de boel... Als je er open tegen speelt, heb je het probleem, nee. Maar als je zegt, nu gaan we en nu zetten we ons, hij komt er maar over... Ja. Dat is uiteindelijk wat Anderlecht ook deed. Van alle topploegen hebben die toch wel de leukste toppers gespeeld. En daar hebben zij toch mee verdiensten in. Ja. Dat wel, hè? Ja, maar als ploeg wel. Ja. Maar ik bedoel, om die dan ook te winnen, dat vind ik net... Ja. Maar ja, niemand wint. Niemand op dit moment. Nee, maar ja, oké. Okay. Maar als je zegt, die spelen net leukst en goed, ja, dan zou ik ze ook meer gunnen. Ja, ik gun ze nog wel. Nee, maar door... En dat is wat mankeert, denk ik. Ik denk dat zo bejubeld trio vooraan heeft het moeilijk tegen fysiek sterke verdedigingen die met minder ruimte in de rug. Dat is gewoon, dat is ook het moeilijkste. Hè? Maaslag. Ik wil nog, het is echt mini, maar ik wil nog even een kleine shout-out naar Thiago, zijn eerste penalty. Dat hem die binnenvlamt. Ik vind dat van een mooi getrapte penalty, pure poëzie. En ik vind dat prachtig. En dat gebeurde eigenlijk veel te weinig, dat ze zo worden binnengeschoten. Beter kun je niet trappen. Schitterend. Ik vind het ook heel plat. Ik vind het best in het midden, maar als je hem daar kunt trappen, dan is dat... Dan heb je altijd prijs. Maar hoe dat hij zijn voet stond, dat was echt... En dan hadden we het over Gent. Dat brengt ons eigenlijk bij de tegenstander van gisteren, waarvoor wij een clubwatcher in dienst hebben. Ze zit er met je in de shit, hè? Ja, ik breng denk ik niet veel geluk als clubwatcher de laatste maanden. Want elke club waar ik ben geweest heeft al een beetje miserie gehad. We hebben het net gehad over het 4-0 verlies op Gent. Maar daarvoor was ook een pijnlijk verlies eigenlijk. 1-2 verloren in eigen huis tegen Cirkelen. Ja. Maar ik was daar gaan kijken. Ik was trouwens, omdat ik clubwatcher was, krijg ik al eens een privilege af en toe. Dus ik mocht daar gaan eten en... Wel zeggen, dat was een van de betere ervaringen dat ik al heb gehad in het voetbal. Heb je gezegd, hè? Ja, dus de president. De Maarten heeft ons goed in de watten gelegd. Okay. Dat was wel echt een toffe ervaring. Ah ja, Leuvencerkel, sorry. Mijn mis. Leuvencerkel, inderdaad. En ze kwam eigenlijk vrij vroeg voor. En heel de eerste helft had ik zo echt het gevoel van, amai, oké, hier staat wel een ploeg die klaar is om voor play-off 2 te gaan vechten. Want hoeveel kansen dat die in die match hebben gecreëerd met een Singi, die zijn snelheid, Thorstensson, die constant diep moest spelen. En dat werkte tegen Cirkel, wat ik weinig ploegen al zo goed heb zien doen. Ik weet dat Anderlecht ze een keer echt naar huis heeft gespeeld. Antwerp, maar een uur. Antwerp ook. Ja, in de twee matchen eigenlijk gewonnen van Cirkel. Maar hoeveel kansen dat zij creëerden, was echt... Ja, het was bijna verontrustend om te zien dat ze zo weinig scoorden. Ja, want ze staan voorlaatste. Hè? Ja, en ik heb wel zoiets van, en dat heb ik met heel veel ploegen in die play-off 3, er zijn er heel veel die zo niet onder een bepaalde ondergrens zakken. En ik dacht dat ik dat tegen Gent ook ging zien, want ik had met momenten nog wel het gevoel van,
kunnen nog in de match komen, maar dan was het 2-3-0, 4-0 en dan was het boeken toe. Maar het is geen slechte ploeg. En ik geef ze wel nog altijd het voordeel van de twijfel op basis van de kern en op basis van de coach. En ik denk ook, wat ik via zo'n beetje heb vernomen, is dat hij wel, dankzij zijn netwerk, ook in januari 3 gasten wil gaan halen die direct klaar zijn om te spelen. Okay, dus zullen waarschijnlijk alleen spelen. Die ondergrens waar je het over hebt, op dit ogenblik is, als je van onder naar boven gaat, Kortrijk 10, Leuven 13, Eupen 15, Westerlo 17. Dat zijn vier op dit ogenblik. En Charleroi heeft maar één puntje meer. Leuven heeft meer gewonnen dan Kortrijk. Hè? Ja. Ja. Dat is, dat is het gewoon. Dat is letterlijk. Die verschillen zijn klein, hè? Want maar ik vind daardoor ondergrenzen zakken, lijken mij de mannen van Kortrijk. Maar als je kijkt naar de ik denk dat ploegen zoals RWDM en Eupen, die zijn al vaak onder een ondergrens gezakt, maar die zetten wel hun reeks neer. En ik naar de vorige keer ook RWDM heeft dat, sorry. Ja. Ik denk wel, en die gaan Biron nog terugkrijgen. Ik denk wel, wat jij bedoelt met ondergrens is in de topwedstrijden. Ik herinner me op Genk terugkomen, Leuven. Ik herinner me nog een andere wedstrijd. Ik denk tegen Brugge, ik ben niet zeker. Kunnen we dat ze echt 2 of 3 keer tegen een topploeg echt wel er een match van maken. Maar nu dat ze echt wel, nu zijn ze zo'n tik gekregen, denk ik. Gay is toch bij RWDM? Ja, absoluut. Maar ik moet wel zeggen, Filip, ik moet zeggen tegen Sint-Truiden, ik heb de match gezien, RWDM, Sint-Truiden, totdat hij scoort, hij doet niets. En zagen. Hij zagen, wandelen, niet pressen, niet meedoen aan het spel. Hij beweegt gewoon niet. Maar hij scoort. Als hij zijn 12, 13 goals. En hij is in de 16, is hij heel belangrijk. Maar en die in Adelaide is een goeie. Dat is samen met Duomo de enige die die ploeg echt en doet. En Duomo is ook. Die laten die allebei vervolgen. Heb je dat paske gezien voor de... Ik vind een boepas in Adelaide ook altijd wel goed. Dat was zo'n Raja-balken zo. Voor de eerste goal tegen. Ja, perfect zo. Binnendoor dat die gasten... Twee man uitschakelen. En zo over de... Dat hebben ze wel teruggezet. Dat is zo mooi. Ja. Dus inderdaad, Leuven staat momenteel veel te laag in de rangschikking. Ik ben wel benieuwd om te zien wie dat het daar gaat halen. Want eigenlijk... Er gaan nu eenmaal 2 of 3 ploegen dalen. Dus het gaat... ik denk dat er sowieso iemand gaat dalen die dat het eigenlijk verdient om in eerste klasse te zitten qua kern dat er staat. Want op Kortrijk na vind ik niet dat er echt een ploeg is die niet klaar is om eerste klasse te dan. Ik denk dat op het einde van het seizoen ook dat je een hele interessante play-off gaat worden daar beneden. Ja. Want dat is op leven en dood. Dat is heel spannend. Een klote play-off om te spelen, denk ik. Want ik weet niet, worden de punten daar halveerd? Nee, dat wordt niet behouden. Nee, enkel play-off. Nee, want daar stond er te veel op het spel. Had de titel niet. dat is enkel Europa. En het is heen en terug, iedereen. Ja. Okay. Eupen is toch niet zo Eupen is ook... Nee, die hebben die zotte reeks. Ja. Helemaal van achter. En dan toch... Vertel die op rij heel goed begonnen. Ja. En toch, die 12 op 15 of zo? Nee, dat is misschien over 10 maar 15, een zotte reeks. Maar dan toch op het moment dat je denkt, nu zakken ze echt. Dan ineens winnen die dan toch weer. Dat zijn de Moeskroen ways van vroeger. Dat is ook lang geduurd voordat je het... Nu is het moeilijk. Eupen gaat eruit gaan. Ik denk het ook. Wie een tijd heeft geflirt met moeilijkheden was Mechelen. Dat lijkt dan toch wel terug de goede kant uit te gaan. Qua puntenaantal, qua spel kan ik het moeilijk die Basset, inschatten. Die Basset is wel een goede factor. Brengt diepgang en beweeglijkheid. En je zag dat tegen Club Brugge, deed hij dat ook. En eigenlijk niet slecht, maar na een half uur was die jongen dood, want die moest een afstand overbruggen. Ja. Maar in andere wedstrijden lukt dat wel. Ja. Maar heeft elke ploeg al in de problemen gebracht. Pijn gemaakt en scoort. Ja, penalties voor 2 penalties al voor. Duur deze goal ook. Allee. Heel goed gedaan. Chapeau, hè. Eerst je kop, dan absoluut. Nu tegen Standaard. Ja. Tuurlijk, de wedstrijd verandert wel door de rode kaart van Bocadie, want anders denk ik wel dat het meer een 50-50 match is. Ja. Maar vind jij dat rood? Ik vond dat wel. Dat is de laatste man. Ja, maar ik vind die fase nadien met de rechtsbak Fossi. Ja. Maar nog vind ik meer penalty, meer rood dan... vind je dat niet? Die duwt hem echt langs achter in zijn rug. Maar je kunt hem geven, maar... Ja. Als je een heatmap van het Belgische voetbal in Griekenland zou zien, dat is alleen uw appartement. Alles. Het eerste wat er ooit is beweerd op Facebook, zie je wel elke wedstrijd. Bij deze is dat rechtsgezet. Standaard transfer. Ik heb dat niet beweerd. Maat Heijman heeft dat beweerd. Dat is waar. Ik zal het maar niet. Ik zal het hem straks zeggen. Maar wij geloven dat je alles kijkt, Tuur. Standaard transferverbod. We zitten zo met wat licentie. Shit. Waarbij dat ik het vooral erg vind voor Oostende. Die hebben weer een punt aan aftrekken. Maar dat ze nu volledig laatste staan. Nog 7 over. 1B. Kunnen we eigenlijk een mini aan? Dat is een serieuze vraag. Ja, dat kan, hè. Juve heeft... Is dat toch ooit eens met niet toch daar bij Derby County. Die is toch in min gegaan. Redelijk maar ik vind dat... En Milan? Of was Milan? Toen Juve zakte. Dan is Milan toch met minpunten moeten beginnen? Dat was in de... jaren 80, denk ik. Hè? Dan moet je eens even... Nee. Jij bent van Gilles Wijnie, hè? Ja.
Nu recent. Ah ja, nee, Juve recent, is met minder maar... begonnen dit vorig seizoen. Juve? Daar zijn 10 punten van afgetrokken. Ik bedoel, toen Juve naar de Serie B is gezakt met Del Piero en Buffon en zo, toen is, moest Milan toch in de Serie A met minpunten beginnen? Zoek het op. Ik wou gewoon maar even zeggen dat ik dat heel, heel erg vind voor Oostende. Want die, ja, die is sportief op de dool, financieel op de dool. Dat is een glijdend pad. En ik ben sporter van een club die ja, dat glijdend pad heel goed kent. De Beerschot. Maar ik wens ze niet toe, hè, want dat is, ik vind dat een heel mooie club. Lelijk logo. Ze dat is tof, maar een mooie club. Ze hebben het wel aangevocht, hè. Dat wil toch zeggen dat ze dan toch zoiets hebben van, ja, we zitten je blijft vechten, maar je ziet dat afbrokkelen. Ja, dat wel. Ik vind dat heel pijnlijk om te zien. 8 miljoen moet voetballen of 10 miljoen zoiets? 8, dacht ik, ja. 8 miljoen. Ja, maar is dat niet een dagomzet van Paris, nee, van Koeken in... Ja, die nog even gezien. Daar wordt wel maar zelfs als het over... Dat is die tribune, dat is 800 k per jaar. Maar ja, aan wie? Ja, aan Koeken zijn. Ja, oké. Okay, ja. Ja, maar dus dat krijg je niet. Een dagomzet van 8 miljoen lijkt mij ook iets te ambitieus. Nee, maar 800, scheldt dat dan toch kwijt? Nee. Ik snap dat niet. Als je echt wel. Ja, maar niet als een andere rijkket is die club koopt. Dat snap dan ik dat weer wel. Maar misschien dat is toch een rare constructie. Als je die club verlaat waar ik u 20 keer op tafels heb zien dansen, waar je dolgelukkig was. Dat trek ik niet in twijfel. Hè. Dat was hij echt. Dat geloof ik ook, ja. Echt, hè. Want die mens heeft daar genoten van. Dat heeft hem eigenlijk in het voetbal gebracht. Ik zou dan toch denken, allee, als het echt niet uitmaakt, of ben ik daar naïef in? Ik weet het niet. Ja, maar ik weet als het niet. Een sheik is of een rijke Amerikaanse groep, waarom zou je dat ook? Dus je zou ook wel eigenaar van een andere club nu. Je kunt moeilijk toch... Ja, dat zou net sieren, vind ik. Ja. Ik heb net opgezocht, na het WK van 2006 werden Lazio, Roma en Fiorentina naar Serie B verwezen met respectievelijk 15 en 12 punten mindering. Juventus werd naar de Serie C verwezen met 30 strafpunten. En Milan bleef het meest gespaard en mocht in de Serie A blijven met 15 strafpunten. Of een nest is daar toch helemaal tijd. Dus ze zijn in de Serie C begonnen met 30 punten minder? Of hoe? Ja, dat denk ik. Ja. Dat staat hier. Maar je maakt dat maar. Min 30. Aftrek 30 punten, ja. En kampioen, hè. Dan kun je eindigen met minpunten. Dus een match die je moet winnen om op nul te komen. Ja, dat is... Hoe gerekend? Zie jij, kan het. Amai. Hey, dat kan het, hè. Met de Juventus in... Ja, dat is wel graf. Ik ga het nu eens bekijken. Nog uit 1B. Filip, jij begon er net voor de opname over Wieland is weg bij Beerschot, de co-leider. Mm-hmm. Die klas Gazette, die schreven donderslag bij heldere hemel, maar dat is daar toch weer niet helemaal goed, hè. Dat hij daar vertrekt als hij aan de leiding staat. Ja, betere aanbiedingen. Wel een heel mooie aanbieding bij LASK, technisch directeur. Dus dat snap ik wel. Een mooie club, mooi stadion blijkbaar. En het is weer een Europees. Dus. Maar, en hij is vandaag, denk ik ook. Hij heeft wel goed gewerkt, hè? Toch? Mooi. Ja, hij is toch de reden van het succes nu. Dat denk ik wel. Goede transfers ook, maar hij haalt toch echt... Dus ik heb toch het gevoel dat hij het maximaal uit... Vooraf werd dit niet verwacht. Hè? Nee, ja, voilà. Nee, absoluut niet. Wie hem opvolgt, beginnen maar. Ah ja, omdat je in een ploeg die te koop staat... Zo makkelijk is dat letterlijk niet. Ik hoop dat die mensen... dat de mensen zullen beseffen dat Beerschot misschien puur qua wat er op het veld staat iets boven zijn stand leven en dat het dus wel eens zou kunnen dat de resultaten niet direct wauw zijn. Ja. Ja, er worden drie namen genoemd, hè. Messoudi, De Roek en de Cornelis van Lokeren. Hans Cornelis. Ja. Die het schijnt heel attractief. Hij doet het goed, hè. Ja. Ja. Die hebben 11 matchen op rij gewonnen, denk ik. Ja. Dus dan los op kop. En die zijn nog maar net dus die komen inderdaad van twee amateur en die zijn nu... Die willen naar 1B zo snel. Ja, absoluut. Maar die gaan niet zijn, ik ben al zeker. Maar ik denk dat er niet veel ploegen daar ook een licentie hebben. Dus, dus dan samen met Olivier denk ik dat ze daar van boven staan. Dan weet ik niet of dat voor Hans Cornelis een stap hogerop is om in die onzekerheid van Kiel te gaan... Omdat Lokeren Temse is op zich een heel mooi verhaal. Ja, heeft een soort loutering ondergaan. Ja, ja. Hè, van... diepe shit en dan uit de as as gecombineerd. En ik vind dat op zich wel, dat zou wel kunnen dat dat een mooi verhaal is en dat je daar dan eigenlijk misschien beter blijft. Dat nu, lijkt nu, mij ook, ja. Ja. Maar het ding is wel, die trainen ook s'avonds en zo. Hè. Mm-hmm. Ja, maar dat is nog echt amateur, hè, dus als dan een profclub... Die worden wel een profclub voor een charter. Ja. En die spelen maar dat is een overgang. Maar ja, spelen ook elke match voor 4.000 man. Hè. Zeker, dus maar dat is dan de vraag. Als je dan ook profclub wordt, houd je de waarde die je als amateurclub heb beseft, die hebben ons er weer bovenop geholpen. En ik denk dat wel, want ik weet een aantal mensen, ken ik een beetje, die daar mee de kar trekken. En die, dat is een beetje zoals KV Mechelen, weet je, Remember en Mark Uytroeven. Maar Mark Uytroeven is ook wel weg geweest. En uiteindelijk is die Pennings gekomen en is het wel weer. Dus
Maar veel recenter dan dat, Beerschot ook, hè? Dat was ook ja. 8000 man tegen Groen-Rood-Catalijnen. Ja, 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 ja. Dus dat is ook weg, hè? Als je een profclub ja, wordt, vergeet is dat je weg. Dat toch. En wordt de lat ja, op ja, profclubniveau gelegd hoog, en gaat je dure spelers aan die eigenlijk net te duur zijn en die tegenvallen. Dus die loutering, ja, maar tot op een ja. bepaalde hoogte, denk ik. Dat blijft maar dan misschien wel, als je nog jong bent, zoals Hans Cornelis, blijf dan misschien toch nog even genieten van die loutering. Ja. Je doet het keigoed en de bus komt wel voorbij, of de trein. Ja. Ja, maar moet je niet denken, ik ben een goede trainer, Beerschot staat eerste, ik pak dat die en ook. Ik zit volgend jaar in eerste. Ja, maar je kunt eigenlijk... Ja, Beerschot, ja, 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 maar je kunt alleen je maar moet zelf geloven. Ook ja, tenzij dat je het doet, hè, dan, ja, als het dan wint je. Anderzijds denk ik, als Cornelis zijn, hij is een heel mooi parcours aflevering als trainer. Hij is begonnen, ja. Lagerix, dan Zwevenzeel, nu Rokker Temse. Ik denk gewoon gestaafd, gewoon je eigen parcours volgen. Ik denk dat de trein nog wel zal passeren. Ja, wel, dat bedoel ik. Ik vind ook niet dat een niet te missen kans is, Beerschot. Allee, het is een opportuniteit, maar allee, wel respect. Nul respect. Het is niet Cercle Brugge waar Muzic ineens naar een topploeg gaat en die zeggen van Hans, jij hebt bij ons lang gespeeld, je bent het heel goed aan het doen, word trainer en je komt hier in een goede omgeving. Ja, in dat opzicht wordt ook vooral duidelijkheid maar genoemd. Ja, ja, ja. Ja, maar oké, het is wel de meest verrassende naam van die eerste keer dat we hem zo vindt interessant. Maar in dat opzicht, de Roek en Messoudi zijn wel ex-spelers, dan zou het eventueel nog wat... Ik weet niet dat zij daar oren naar hebben op deze moment. Allee, Messoudi misschien nu wel, als hij hoofdtrainer zou willen worden, maar ik weet niet of Jonas de Roek nu op dit moment daar zijn opportuniteit ziet. Ik heb ze allebei gezien op Beerschot. Het is ook nog niet zo lang geleden natuurlijk dat ze bij Wisselen... Nee, en ook, ja. Dus, nou. Op 13 december, om 13 uur, in Museum 13, was er de uitvaartplechtigheid voor Erik Verhoeven. Ja. Jij kent Erik. Ken jij Erik Verhoeven? De papa van Vincenzo. Ja. En lang teammanager geweest. Heel lang teammanager geweest. Was blijkbaar, en dat wist ik niet, maar was bedrijfsrevisor als beroep. En was een genie met cijfers. Associeer ik niet met Beerschot. Nee, maar ja, dat is zoals... Allee, Glenn Verbouwen is met een psycholoog ooit getrouwd geweest. Dat is een beetje... Snap je? Je studieobject... Toch? En het duurt direct met een wiskundeprofessor. Ja, ja. Klein, voor alle. Maar ik bedoel, maar dat gevoel heb ik dan wel, dat je er misschien wel je tanden kunt inzetten. Een mens is veel te vroeg overleden, maar was, voor wie hem kent, voor mij was dat zoals er van buiten naar Antwerpenaren wordt gekeken, ja. Van op de parking, was Erik een echte Antwerpenaar, maar alleen in het goede. Snap je wat ik bedoel? Nee. Nee? Dat wordt heel vaak naar gekeken. Oh, grote mond. En, maar Philippe, Erik, gewoon even gezegd. Jij woont nu in Antwerpen, maar je bent er niet van afkomstig. Nee, ik beschouw jij jezelf als een Antwerpenaar van ondertussen parking? Wel, ja. Ik kom van mijn 20. Dat is belangrijk om te weten wat je hier gaat vertellen. Ja, dus 20, ja. Ja, echt. Met zelfs als lang genoeg. Ja. Zelfs als je ook niet afkomstig bent. De 9 weken, ja. Maar Erik was... niemand kon daar kwaad op zijn. En er werden op de uitvaart een paar verhalen verteld, onder meer door Philippe Cambré, die later nog teammanager is geworden. Ja. Een geweldige gast. Die dat ook heel goed deed. Die las een tekst voor, was echt super mooi gedaan. En die vertelde... Ik ga twee verhalen doen en je gaat snappen wie Erik Verhoeven was. Hij kwam binnen in de kleedkamer van de scheidsrechters voor een wedstrijd en er lag op in een schaaltje paarse beertjes. Zuurtjes zo, zure paarse beertjes. Ja, paars. Okay. Ja, paars niet. Ja. De Beerschot. Mooie kleur, maar niet smakelijk. En hij komt binnen en hij zegt tegen die mannen... Ah. Want hij zei, als Erik met u belde... Heb jij met hem gebeld? Nee, dank je. Dus hij belde met u. Hij was ook enorm Totti-fan. zeer close met... Dus wij hadden wel iets gemeen. En belde hem en hij Dus hij zijn naam niet. Die gromde zo eens. En iedereen wist, dat is de Erik. En in iedereen die een tekst voorlas... Zei dat. Dus okay. Ik dacht, ah, oké, okay, ja, dat wist ik heel goed. Maar hij zei dan tegen die rest van... Ja, in Deurne, want ja, Antwerp kon hij niet zeggen. In Deurne hebben ze die ook. Krijg je ook snoepjes. Dat zijn rooiontjes. Daar krijg je rooiontjes, bijvoorbeeld. En ik weet nu in Antwerp, oh, rooi, maar mijn humor. En dat was hem typisch. Jan Moons... Die lang coach, die lang keeper ook bij Beerschot, die bij Beerschot had gekiept, speelde bij Racing Genk. Hij is de fui aan het invullen in het hok van de scheidsrechters in Genk. En Jan Moons komt binnen om de fui te tekenen met de nieuwe teammanager bij Genk. Ik moet lachen als ik er aan denk, omdat het hem zo typeert. En Jan Moons heeft zijn rode keeperstrui aan. Ja, hij kent Jan kent hem. Dat zijn, hè. Dus hij kijkt op en hij zegt, speelde je in het rood vandaag? Naar die team en die... Nee, dat is onze doelman. Waarom dat een Erik zegt tegen...
Huh? Die gaat dan in de goal staan, of wat? Ja, dat is onze keeper. Snap je? En ik heb ooit hetzelfde met hem meegemaakt met Stan van den Buis op Standaar. Van den Buis was hulptrainer van Preud'homme. En ik sta naar het veld te kijken. Erik staat rechts van mij en Van den Buis staat links. En ik had Stakke gehad als trainer ooit, dus ik kende die ook goed. We zijn aan het babbelen. En de Erik zegt, oh, schoon stadion, hè. En de Stakke zo, ja, want ja, Standaar, dat was ook. Alleen spijtig dat er hier zo geen scorebord is. Hè. En de Stakke vertrapt in, maar daar, want ja, dat gigantisch scorebord op Standaar. Maar daar. En hij kon zijn vreugde niet op als hij daar in trapte. Maar echt, ja, dat vader typisch, van Vincenzo. Typisch Antwerpse humor. Dat is echt, dat ging shit zeggen, dat is zo dat sarcastische, onnozele... Onnozel ja, tegelijk, maar echt goed. Ja. En was een hele lieve, warme mens. Ja. Veel te vroeg weg, inderdaad. Die een kleinzoon heeft die Romeo Totti heet. De zoon van Vini. Ja. Is echt? Ja. Romeo Totti. Ja. Oké. Okay. Maar Totti als echt een tweede eerste naam of een tweede naam? Ik denk als tweede eerste naam. Wauw. En ik bij ons op de VRT werkt Tom Malin. Supergoeie regisseur. Ik weet niet, maar echt top. En dat is een gast van Hamme. En die zijn zoon heet Tijl Zinedine Malin. Maar dat is echt wel tweede naam. Dat denk ik wel tweede naam. Ik ga je ook als tweede naam doen, Zinedine. Sowieso. Dat heb ik al erdoor gekregen. Sowieso. Wat is het verschil tussen een tweede naam en een tweede eerste naam? Dat je Dieter Jan. Dat je die wel uitspreekt en niet uitspreekt. Ja. En dat je bijvoorbeeld dat dan ook voor een meisje zou doen, of wat? Ja. Ja, maar ja, dat kan met een tweede naam iets lastiger als je het iedere keer bij zegt. Waarom Zinedine? Zo Zidane van? Zinedine van den Bergen, dat is een bakker in Bommel. Ah nee, maar zo Zidane van? Ja, dat is wat trouwer geworden in Griekenland. Nummer 1, goal. Echt? Ja, van voetbal. Dat wist ik niet. Ja, absoluut. Maar van waar dan? Want hij heeft toen nooit voor een ploeg waar echt sport voor zijn gespeeld. Nee, ja, maar dat hoeft ook niet. Vet. Nee, ik weet het maar. Een toernooi. Als kind kijk je toch vooral vroeger die toernooi. En Zinedine was altijd toch geen slecht toernooi. De Sam heeft daar kopstoot leren. Ja, noemt hij dan Zizou in plaats van Zinedine? Hè? Dat spreekt veel makkelijker. Zizou krijg ik er niet door. Dat snap ik ook wel. Zizou is de naam van een iets te kleine hond. Dus eerst leek het heel hard alsof hij thuis baas was. En nu moet hem toch toegeven. Hij is baas op de spoor en hier. En dat volstaat, hè, Sam? Zwaar. Goed, ik heb niks meer over het Belgisch voetbal, dus we kunnen misschien de oversteek maken naar het buitenland met misschien een dilemmaatje. Maar mijn dilemma gaat over Belgisch voetbal. Ah, goed, dan sluiten we het daar weer. Nee, ik kan ook die van het buitenlands voetbal pakken. Ik heb er twee, omdat de laatste aflevering van het jaar is. Dus het is weer een prime dilemma, dus je moet je al voorstellen, die speler in zijn prime, zijn beste seizoen. Dus prime Pozzuolo of prime Victor Vázquez? Pozzuolo. Ja. Direct ook. Ja, ik Vázquez. Ik ben ook, maar ik ben bevoordeeld, want ik heb met Vázquez samengebeld. Maar. Oh. Dat eerste seizoen dat hij op 2 punten de gouden schoenman praat. Ja, maar ik vond Vázquez een geweldige shot, maar puur qua esthetiek, zotheid, de dingen dat ik Nee, esthetiek is wat ik ook juist vind. Die beroert een bal mooier dan iemand anders. Maar dat bedoel ik. Ja. Ik zou Pozzuolo... Nee, die doet zotter mooier dan Vázquez. Maar Vázquez, niet mooier als atleet. Vázquez zag dingen die Pozzuolo niet zag, volgens mij. Jawel, Pozzuolo zag ze juist zonder te kijken. En Vázquez niet. Dat was het zot. En Vázquez niet. Allee. Ja, nee, ook, dat weet ik. Ja, maar ze zijn, ik vond Vázquez ook een geweldige voetballer. Maar Pozzuolo, dat vond ik het zotte tuur. Die zat zo, hè. En die had naar daarheen en zien lopen. Maar wanneer heb je gekeken, vriend? De beste invalbeurt ooit in Europa van een Belgische speler van een Belgische ploeg is Pozzuolo, net voor hij vertrekt op Slavia Praag met Racing Genk. Die valt in, het is 0-0. Dat half uur, dat geloofde niet. Bleef 0-0, wel, omdat de rest miste. Nee, de rest miste. Oké, dan mogen de mensen een beter invalbeurt bij deze ploeg reageren. Ik zweer u, dat was een godsbewijs. Nee, want dat zijn statistiek mensen. Ik ga kijken, Fairclough is 2 keer ingevallen met Beven. Dus, nee, dat hoeven geen statistiek mensen zijn. Iemand die supporter is van een Belgische ploeg, nee, dat weet ik. Reageer. Maar dat was abnormaal. En die puur qua... Jullie zeggen het beste. Puur qua... zuiverheid en dingen, denk ik, nog straffer. Maar jij hebt een dilemma, want wij zijn... Het is 2-2. Ja, ik zei heel snel Pozzuolo ook al. Ik heb nog een wistje datje over Vázquez. In die 3 jaar dat ik daar heb mee samengespeeld en getraind, heb ik die geen 5 trainingen weten trainen met zijn schoenen dichtgebonden. Ja. Die trainde altijd met zijn schoenen open. Mag ik nog wisselen? Altijd. Om welke reden? Gewoon. Wat dat te strak zat dan, wat dat gewoon... Dat was... Maar niet dat dat zo
zo'n manier was van, ja, ik ben, het kan me niet schelen of zo, maar echt gewoon. Ja. Je merkt dat niet, maar dat was gewoon, die veters waren los. Maradona zijn opmerking toch ook? Ja, ik vind, ja. Frank zegt dat hij hem op Frank Raas trainingen van Maradona gezien. Zot. Waarbij dat hij ook alleen maar los, en dat hij ze ook besliste, we spelen een matchje, ik speel elke bal terug op de keeper. En dus dan, gelijk waar dat hij stond, strak, en die keeper moest geen halve meter zich verplaatsen. Die moest gewoon, die kreeg elke bal weer zo. Dat was Maradona. Cool. Maar die snoof toch tijdens zijn voetbalseizoen dan ook. Dat, die doet wel te veel, te bizarre dingen toch. Tuurlijk. Die, ja, ongeluk, die stond toch zo strak als iets soms. Ja. Pozuelo haalt het met 3-2, maar het is een randgeval, dus een goed dilemma, denk ik. Hè? Ja. Wilt je ja, er een tweede doen? Nu al droppen of sparen? Ja, ja. Of zwaar voor? Je hebt er altijd ook meerdere goeie. Ja, dat nee. Kunnen we ook doen, ja. Je zei voetballer. Hè? Volgens dat even in beeld, Portuur. onder wie wilt je werken? Ancelotti of Guardiola? Makkelijk. Makkelijk. Zo makkelijk. Voor te presteren of verdiepen? Ancelotti? Ik ook voor type speler dat ik was, Ancelotti. Elke dag van de week. Gaat het over presteren of gaat het over... Algemeen. Gewoon leven. Onder wie wilt je spelen? Ancelotti. Ja, Ancelotti dan. Ik denk dat ook omdat je meer vrijheid... Dat is een mens. Je begrijpt het als mens. Dat is een mens. Ik zeg ook Ancelotti. Slecht dilemma. Goeie dilemma. Maar als je het aan de Bruyne vraagt, denk ik dat die wel Guardiola zegt, oprecht. Ja, maar de Bruyne is op prestatie gericht. Hij heeft nog niet meegemaakt. Ja, dat is ook waar. Nee. En omdat de Bruyne gaat aan Hazard vragen, gaat hij misschien ook Guardiola denken. Alhoewel, hij zal zelf wel doorhebben. Nee, wat is dat? Oké, matig dilemma, voilà. Maar ik heb er wel een vraag over, omdat ik onlangs de discussie gewoon met mijn vrienden had. En we hadden het zo over dat trainers acteurs zijn. En als je Guardiola zijn interview ziet, als je die van Klopp ziet, van elke toptrainer tegenwoordig, je hebt zoiets van... Het is al heel gemaakt wat er staat, maar bij Ancelotti heb ik zo altijd iets. Die heeft alles al meegemaakt. Dat maakt hij. Dat is een van de laatste trainers naar wie ik wel zo kijk en denk van, die zegt gewoon wat dat hij denkt. Die is er eerlijk over. Ik heb met Mancini. Die heeft zo'n opa die ook al veel heeft meegemaakt. Ik moest er wel mee. Ik deed Burnley Everton en vooraf wedstrijd aan het voorbereiden en dan kwamen er zo een paar statistieken van Everton. Je krijgt er altijd en dan stond daar ineens inderdaad de laatste keer dat ze, kan u zeggen. 3 matchen op een rij, 2 keer scoorde, was onder Ancelotti. Ah ja, dat is just. Je mens heeft in Everton of all places. Dat is wel gek. Allee. Van daar naar En Bayern. En bij Napoli eigenlijk ook niet echt gelukt. Nee. Dus, en dan ineens Real en nog een bekerke bij. Alleen die beker die ze nu niet meer willen, die ze gaan verbranden. Ja. Maar toch raar. Ja, dat is zot. Ik weet niet hoe dat te spelen is. Maar ik vind dat wel een goed dilemma, hoor. Want het feit dat een dilemma dat 5-0 eindigt, en dat we toch als dilemma zien, is iets heel boeiend, toch? Want dat zegt... Dat is niet heel lief tegenover Sam, wat je dan toen zei. Als je vraagt onder wie... Magisch. Maar als je nu vraagt onder wie zou je moeten spelen op 1 seizoen, dan kies ik Guardiola, omdat ik denk dat ik meer ga winnen in dat seizoen. Maar ik weet dat hij met al het geld dat hij uit heeft en met de spelers dat hij heeft en het team dat hij kan bouwen... Ja, oké, Ancelotti is toch... Ancelotti heeft ook al wat gewonnen. Ja, maar ik heb bij Ancelotti heel vaak het gevoel, en vaak als ik in Italië ben, zeggen ze mij ook zo van dat nog net iets meer mogen zijn, vooral in binnenlandse competities. Dan. Natuurlijk, als je de Champions League 2 keer wint, kun je niks zeggen, maar heel veel mensen in Milaan, als ik daarmee omga, zeggen toch wel zo van dat nog iets meer mogen zijn. Ja, dat is allemaal wel. Volgens mij de enige trainer die met 3 verschillende clubs de Champions League heeft gewonnen. En uit 3 verschillende landen ook. Ja. En ook in 4 verschillende landen. In 4 verschillende decennia. Ja, in Frankrijk ook. Ja. Denk ik ook. Maar het is gewoon een heel fijne mens. He. Ziet er gewoon eens wel Ja, is een fantastische mens. Dat dansken met die Brazilianen. Ja. Dat is echt ja, dat is gewoon. Of met die sigaren die een team dus na de Champions League. Ah, die wordt toch genoemd bij Brazilië, hè? Niet? Ik denk dat zo goed als rond is. Ja? Is dat, ja? No. En ik heb eigenlijk al een aantal maanden een idee en ik ben daar echt van overtuigd nog... Wie dat de volgende trainer moet worden bij Real Madrid. Xabi Alonso. Ja, inderdaad. Maar ja. Ik zeg dat echt al, voordat hem die reeks heeft neergezet, ik vind hij echt te geschikte man. Maar hij zou nu blijkbaar met Bayern, heel dicht bij Bayern. Zou ik niet doen. Die in Tuchel. Zou ik echt niet doen. Nee, maar hij heeft er ook gespeeld. Ja, ik weet het maar. Niet zo lang natuurlijk. En die klagen over een Super League. Die koopt toch ook altijd maar het beste wat er rondloopt in hun eigen competitie. Ja. om buitenlands... Trouwens, even Bayern. Die hebben 4-0 gewonnen van Augsburg nu. Maar dat is ook wat stel van die Xabi Alonso, die zet Patrick Schick, hat-trick. Schick naar de kant, Boniface mocht wel rusten, Boniface komt in, 1 minuut, goal. Ook goal. Huh. Ja, dan denk ik als coach denkt, yes, ik heb ze alle 2 nu. Schick, die was ook al niet zo blij, celebratie, dat was een beetje zo dubbel. Ja, die is lang blessure. Huh. Die is niet zo goed als Boniface. Nee.
Denk je dat ze de titel gaan winnen? Dat is Sampdoria, dat heel zot was. En op het EK, denk ik ook. Of op het EK, die, door hartproblemen is die zijn transfer niet doorgegaan naar Juventus, denk ik. Denk je dat ze het gaan winnen? Ja. Leverkusen? Ja. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Dat hoop ik nu een keer echt enorm, maar ik vrees daar weer voor. Het zou toch wel heel... Ik zeg het op Twitter verschijnen, het zou toch heel... Kane-achtig zijn als ze hem daar top en niks wint. Bayern niks. 40 goals maken. Ja. Als je daar niks wint, ja. 57 goals, maar ja. Helaas. Ja, maar het is wel mogelijk, hè? Want het verschil is wel klein, denk ik. Hè? Leverkusen heeft er 42 en Bayern heeft er 38. Ja. Vertonghen was trouwens over Kane super lovend. Hè? Niet normaal op een persoonlijk. Ik had er normaal aan even besteed te denken aan... Dat hotel. Ja. Ah, ja. Zo, niet normaal hoe normaal die gebleven is. En hoe altijd nog altijd dezelfde dingen. En, ja. Je gun het Kane, maar ik gun het Leverkusen misschien net iets meer door de golf van die ze veroorzaken eigenlijk. Ja, al is maar dat. Dat zijn wel goede spelers. Ja. Kane zal hem volgend jaar wel. Die Wirtz, Frimpong. Iedereen altijd een topniveau. In principe. En Bayern moet naar daar. Hè. Ja. Het was 2-2 in München. En hoe is het verschil? 4 punten. Bayern heeft een match minder. Terwijl Union kwam eruit tegenuit in de Europa League vorig jaar. Ja, en ik weet dat toen heel veel werd gedacht van ja, misschien wel dat er iets mogelijk is. Dat werd toen geschreven in de gazette. Dat ze het Gint geweldig deden. Ja. Gint hebben ze die echt. En Bruggen heeft er een hele match heel goed gespeeld, maar toen was er Alonso door. Hij heeft Alonso overgenomen en dan is het dus helemaal anders. Ik wou eigenlijk beginnen in Schotland. Clément, die het er eigenlijk echt goed aan doen is blijkbaar. Ik kan echt heel moeilijk inschatten of dat dan goed is, of dat dan maar normaal is. Ja, hij loopt wel in op Celtic, dus dat is op zich goed. Ja. En dat bewijst ook dat er toch nog ploegen zijn waar je tegen kunt verliezen. Want ja, als hij kwam, dacht je, Celtic is al kampioen, bouwen we voor volgend seizoen. Dus. Nee, dat is waar. Dat lukte. Hij was ook super blij met die League Cup. Ja, maar dat is toch schoon? Ja, ik vind het mooi. Ik denk de prijs winnen dat altijd geweest. Voilà. Maar wat het ook is, in het uitbundige zie ik hem niet altijd. Dat klopt. Dus dat is waar. Ik heb het gevoel dat dat ook een beetje een statement was. Een beetje revanche na hetgeen wat er aangedaan of is beslist geweest in Monaco. Ik denk dat ook wel een beetje onverdiend was daar. Dat gevoel heb ik ook een beetje. Ja. En wie zijn de Belgen met wie dat hem speelt? Dessers. En? Raskin. Ik was hier echt vergeten, want dat was toch smaakmaker bij Standaard. Dat werd toch een beetje door achterdeur vertrokken. Ja, hè? De beker gezet. Die is nog altijd super jong, hè? Nicolas. Ik las dat al langs en ik dacht echt, dat 22. Kan 2001 is die, denk ik, ja. Echt? Ja. Ja, 22. Wordt in februari 23. Dat is toch zo, zou ik hem toch niet geven, omdat hij dan zo lang... Nee, die heeft 16 gedebuteerd bij Gent. Ja, bij Gent. Naar Haasbroek had hij gehaald. Terug naar Standaard. Dus een kleine shout-out voor Philippe Clément, mag wel, denk ik. Heb je dat verhaal? Ja. Welk? Trebel ging eerst naar Gent gaan en zo. En die heeft dan last minute naar Anderlecht gegaan. En dan waren ze bij Gent super pist op Bayat. En dan heeft Bayat gezegd, ik heb hier een Raskin. Zo, dat doet zo de ronde. Ja. Zo gaat dat. Ja. Premier League. Misschien heel even... Omdat ik aan het kijken was naar jou, of aan het luisteren naar jou, Philippe. Dat Shaw geel pakt. Ah, ja. En Dalot... Iets later rood. Ik moet daar eens, mag ik daar één ding zeggen? Heel kwaad, zonder over de kaart. Ja. Liverpool, Man United. Ik heb een 4 jaar geleden een mail gehad van een kijker. En dat klopt dat ik te veel show zei. Dat ik dat uitsprak met de A. Nu kreeg ik een mail van een kijker dat ik te veel show zeg. Ik wil gewoon dat die gast ophoepelt. Want ik kan het niet. En ik ben zenuwachtig als hij aan de bal komt. Ik zweer het u. Doordat die twee mails in mijn hoofd resoneren. Okay, kleine tip. George Bernard. Ja, maar je gaat goed beginnen. Ciao, Italiaans. Ciao. Die een au. Die een au moet dat zijn. Ciao. Dus er wat tussen. Ja, maar Ciao. Of noemt hem Luc. Nee, zonder W. Hè. Zonder de W. Het is A-O. Ciao. Luc Shaw. Luc Shaw. Luc Shaw. Luc Shaw. Zwart. Oké. Okay. Hij was Philippe verschrikkelijk. Kreken. Ja, nee, echt kom op. Nee, ik toon mij kwetsbaar, maar dat is zo, echt waar. Maar je hebt er zo ook die vinden dat je niet Sergio Ramos moet zijn, maar Sergio. Ja, maar ik zeg wel Sergio ondertussen, want Sergio is Catalaans en Italiaans, dus ja. Waarom zeg jij dan Sergio voor quizkwater? En ik heb die zelfs nog liever dan... Nee, omdat dat in onze cultuur... Allee, ik vind, als dat zo'n naam is vandaar... Maar dat is super moeilijk, want uiteindelijk... Ja, want eigenlijk moeten dan ook... En gaat er... En Bernard Schilve... Voilà, allemaal gelijk. Volledig, dat is heel moeilijk. Ik zoek de gulden middenweg, maar heb ik hem nog niet gevonden. Luke Shaw. Maar ik vond het schande. Het was even, als je wilt weten hoe ik als voetballer was...
Dat was ondertussen na vijf jaar 90 minuten. Hoe dat ik daar deed, was dat zo was ik als voetbal. Hij zou in de verkiezing met Jan Vertonghen ook ergens bovenaan zijn geëindigd, denk ik, van Gros. Nee, ik vind dat gewoon een aberratie dat je daar geen rood voor geeft en dat je dan drie minuten later twee keer... En daar kan ik me ongelooflijk over opwinden. En dat was even... Waarom komt de VAR daar niet tussen, Filip? Ik heb het aan Virgil van Dijk gevraagd en die zei dat de ref, ik meen dat echt goed begrepen te hebben, omdat ik het zo raar vond als antwoord, heb ik het hem nog eens gevraagd en hij bevestigde weer. Hij zei ja, hij wou niet de bal spelen en toch vond hij het maar geel. Oké. Dus dat snap ik niet. Dan is het voor mij dat soort overtreding, als je inderdaad ook al de intentie... Want dan zeg je de intentie is er en volgens mij was de intensiteit er ook. Ja. Dus ik begrijp dat echt niet. Het zijn niet vaak zo van die cynische fouten, dat wordt toch heel vaak zo... Zo iemand nog een duw geeft of zo, een potje lap ligt, omdat je weet van ik moet een fout maken, dat wordt toch nog te vaak dan bestraft met geel, toch in plaats van rood zou het mogen zijn. Ja, maar dit was gewoon een enkelbreker. Dit was ook qua intensiteit nog hoger dan zo de cynische fout. Ja. Ik heb zo'n indruk van dat mag nog wel eens eruit gehaald worden. Je hebt een tijd geleden ook gezegd dat je veel liever naar de Aston Villa's en de Brightons van deze wereld gaat kijken dan naar Liverpool, Man United qua naam. Ik vond dat die match er een beetje een illustratie van was. Ja. Het was niet wauw. Nee, het was niet wauw. Het was echt gelijk. 0-0, ja. 75 minuten lang zou ik zeggen nee. Ja. Maar het laatste kwartier heeft United het niet goed uitgespeeld. Een paar keer dat McTominay op kwam lopen en dat hij echt vrij was. Hè. Maar ze kwamen echt alleen maar voor Eigenlijk is dat toch zot als Manu zijn dat je zo komt spelen. En 600. Ja, en dat je eigenlijk besturen, ook afhangt van McTominay maar Liverpool los te maken, blijkbaar. Maar ja. Ja. Sorry, wat zei je zo? Dat je ook van McTominay, want die heeft er nog een paar gemaakt afgelopen week. Topshooter en topshooter in het volgende van het EK toch ook? Ja. Hey, dat klopt toch ook niet, hè? Maar was die in de jeugd ook niet aanvaller? In de jeugd was die ook aanvaller. Maar dan nog... Hey, maar dat hij altijd in die box komt, ik vind... Als middenvelder heeft hij gewoon geen kwaliteit om aan de bal een tempo te bepalen, zeker in de Premier League. Maar zo hoe vaak hij in de box komt, en dat is toch wel een kwaliteit dat er op dat moment niet veel hebben. Maar bijvoorbeeld, dat is wel de wedstrijd dat ik zat te kijken, dat ik dacht, wie City afschrijft, is echt... Allee, niemand schrijft City af. Nee. Maar Guardiola die zo zei... en ik durf zeggen dat we nog kampioen zijn. Ja, durven, jong. Iedereen zegt dat. City wordt nog kampioen. Want tegen Man United, de manier waarop zij die dan toch daartussen spelen en die kapot spelen, dat kan Liverpool wel niet. Nee. En dat Núñez blijft een iets kwakkelachtig. Hè? Zo. En af en toe ontploft dat, maar ook vaak in dat soort wedstrijden als alles garantie, dicht staat. Nee. En sorry, het was Evans en Varane. In Varane is hij mis geweest. Hè? Ten Hag. Maar Varane, die is toch ooit een van de beste verdedigers. Ja, ik denk dat Real hem wil terugnemen, omdat je Alaba zijn kamer heeft gescheurd. Doe dat, jongen. Dan was hem toch beter. Hij terug. Dat is gewoon geweldig verdedigd. Ja, maar ik snap niet dat Ten Hag die op de bank heeft gegooid voor Lindelof, Evans. Omdat hij zo eerst zei, omdat ik niet vind dat Varane links kan spelen centraal, maar nu naast Evans staat hij wel gewoon links. En ik moet zeggen, dat is een geweldige kerel, volgens mij, in uw groep. Dat is niet, dus ik vind dat heel raar. Ja. Ik vind het wel meer raar dan Ten Hag. Je hebt een discussie aangeraakt, we hebben die al eens een paar keer gevoerd. Je hebt wel al veel wisselende kopposities gehad in de... Premier League met Arsenal, dat er vaak heeft gestaan. City heeft er ook gestaan. Mm. Tottenham heeft er gestaan. Liverpool, nu terug Arsenal, als ik het goed heb. Mm. Tenzij het intussen is veranderd. Nee. Maar het gaat toch weer City worden? Is dat, want ze zijn nog niet eens halfweg, hè? Dat moeten we er ook bij zeggen. Dat is moeilijk. Ik vind het moeilijk. Ik denk op dit moment is voor mij City nog altijd favoriet. Ik denk dat Arsenal wel dicht gaat zijn. De Bruyne komt terug. Ik heb nooit iets anders gezegd. Nee, ik zie het probleem. Allee, ze misten Rodri, ze misten De Bruyne en ze staan nog altijd En Doku. Super dichtbij. Als ik nu die foto's zie van De Bruyne en Haaland is in de dugout, heb ik gekeken naar die andere, dan denk ik, oei. Met die 2-2 tegen Crystal Palace, dat vind ik bijna erger dan wat er daarvoor gebeurt. Ja, er zitten 2-0 voor, 2-2, Rodri deed mee. Thuis, ze droppen wel veel punten. En Philippe, dat blijft toch zo? Ja, maar als ik normaal niet, hè, dus nu wel. Dat bedoel ik. Ja. Maar in alle titels van City van de laatste jaren is het altijd zo. Een slump gehad. Het is nooit dat die eerste en dan tot op het einde. En tegen Crystal Palace hebben ze op de een of andere manier ook altijd iets raars. Het probleem is toch ook dat vaak, als die een mindere periode hebben, lopen die maar 2-3 punten achter. Mm. Nu is het, ik heb gelezen, die hebben in de laatste 6 wedstrijden maar 1 keer gewonnen. En die lopen nog altijd maar 5 punten achter op Arsenal.
En daaronder net Liverpool en Aston Villa ertussen. Maar ik weet dat er zijn wel meer ploegen nu. Snap je? Ja, maar die pakken wel punten af van elkaar. Ja, ja, ze pakken voordeel is. En City pakt waarschijnlijk ook nog punten tegen hun allemaal. Arsenal is beter door Declan Rice, de Rodri van Arsenal. Maar speelt op dit moment voor mij niet beter dan vorig seizoen in deze periode. Dilemma, hè? Prime Rodri, Prime Declan Rice. Dat is toch nog altijd Prime Rodri. Dat zit een glatte lage punt. Zijn Maxime de Kuyper feestdag. Oké, ja, en dan neemt je Ik heb hem al gehoord. Ja. Hey, trouwens, goede zet om hem rechts te zetten. Dat was heel goed trouwens. Heel goed, hè. Bij hem werkt dat wel. Hey, goede zet. Ik denk dat hij links misschien altijd liever speelt. Maar de manier om die twee in uw ploeg te krijgen is inderdaad de Kuyper. En MBU kennen willen ze blijkbaar. Inter wil die. Ik moet zeggen, ik had er met hem een anderhalf jaar geleden over. Dat ik zei tegen hem, als je hem de volgende stap wou zetten als verdediger, als bak, dat hij tegen een flankaanvaller die 1-op-1 goed was, de stap moest zetten. En hij begon een beetje twijfelachtig tegen Fofana, maar na een kwartier was hij echt... En hij was overal aanvallend. Ook fysiek, eigenlijk. Dus elke keer hij speelde heel direct de flank met hem. Dat was echt heel goed. Maar die interesse van die topploeg, of grote namen, in die Buchanan... Ik snap dat ook niet goed. Dat is toch, volgens mij is die manager zo met AI, heeft hij een compilatie gemaakt of zo? Van beel die er niet zijn. Van 2K. Maar dit jaar tegen ons, hè. Was die wel echt goed. Maar gehoord City en Inter... Ja, Inter, omdat ze... Inter gaat die wel... Sorry, Cuadrado eruit, ja, dan dat snap ik wel. En dat is een jonge gast. En daar denken die van, ja... Dan moeten ze slecht Dumfries is hij ook verkopen. Niet, hè. Maar het is niet geworden wat we ervan hoopten. Dat vind ik maar ook. Slecht is hij ook niet. Nee, voor Club Brugge niet. Het is ook maar gewoon, voor Inter, zijn attitude is ook gewoon storend, vind ik. Een beetje raar, ja. Die gaat toch niet boven Dumfries. Ik vind precies dat meer ook probleem ook dan puur talent. Ja, maar dat is dan bij Inter geen probleem, hè. Ja, maar dan begint een nieuwe club, hè. Dan gaat u eerst willen bewijzen. Is dat niet dan niet een beetje dat? Ja. Salemakers of Buchanan? Salemakers. Voilà. En met afstand. Sam Strooidel is met dilemma. Qua positie. Ja, dit jaar. Inter en voor wel alle. Voor die posities denk ik dat Buchanan meer geschikt is. Ja, dat denk ik ook. Als je Salemakers nu ziet bij Bologna. Moet ik eens oppakken of wat? Ja. Welkom. Bij FaceTime. Hey, Cancelo. Het is een maturaal is dat koppak, hè, Yves? Ik heb hier juist een kwartier supergoed gezet. Jojo. Ik bel straks terug, goed. Jullie keer verjaardag, hè? Zeg, vraag die ze wat die... Hè? Ja. Vraag die ze wat die poster van Erik Gerrits al op zijn kamer hangt. Wat zeg je, sorry? Ja, we hebben het juist over u gehad. Dat je rechtsbak moet worden. De opname is ook bezig. Ja, we zijn ook live trouwens, maar ik ben u straks terug. Ja. Goed matje, salut. Hè. Alright, top cameo van Maxime de Kuyper. Prachtig. Ja. Het is omdat ze verjaardag is, dat ik op pak anders. Ja. En gelukkig verjaardag, Maxime de Kuyper, namens heel 90 Minutes Crew. Ik wou nog één ding zeggen over de Premier League. Kevin De Bruyne, back in training, liet City op alle mogelijke kanalen weten. Dus wel, zo back in training is het nog niet, maar... Nee? Nee. Dat ging net mijn vraag zijn, omdat ik dat precies... Werd dat veel later verwacht, maar... Nou, wordt toch gezegd. Het is heel rustig. Maar ik denk dat het wel goed is, als de ploeg... Als ze terug zijn, gaat hij wel terug beginnen trainen, om nu al in dat groepsproces... Ja. Want dat is een trip van meerdere dagen. Ik denk dat dat goed is dat je bij die groep al zit. Het WK voor clubs, hè. Ja. De vraag wordt nu, match 1 is Newcastle City. Nee, Niet doen, hè. Niet doen. Dat is 13 januari, maar niet doen, hè. Zelfs niet als je 2-0 achterkomt, denken van ik moet hem, breng hem niet, zou ik zeggen. Rustig in een thuismatchje tegen een mindere groep. En zijn haar gaf voor zijn ogen hangen. Ja, ik kan wel zeggen, ik heb Kevin De Bruyne wel nog niet gezien. Ik zie een facewap, Jack Grealish, Kevin De Bruyne. Ik weet niet goed. Ah ja, Grealish, daar heeft er wel iets aan weg, dat is waar. Het is zo, ik ben benieuwd als hem dit gaat houden, als hem dan gaat spelen, gaat hij ook een haarband haarband, ja, moet dat kan maar niet anders. Soms helpt dat. Ik ben benieuwd naar Kevin De Bruyne met een haarband. Soms helpt dat, zo jezelf heruitvinden. Messi heeft dat ook eens gedaan, dat hij ineens... Wolt tattoo stond, zijn haar kort had geschoren en een baard had. Dat ik dacht, toch geen tattoo op je linksbeen, vriend. Neemt dat risico niet. Oké. Okay. Maar dat is goed. Volledig zwart. Heeft hij niet zo volledig zwart? Ja, dat is lelijk. Niet mooi, hè. Nee, dat vind ik ook. Maar hij moest wel echt iemand anders horen na deze. Ik heb er eigenlijk ook in land. Ik ga naar Zirkzee kijken, hè. De kogel is door de kerk. Ik ben wel jaloers. Heb je gezien? Heb je wat ik heb doorgezet? Man. Ik heb een compilatietje doorgestuurd. Die is alles kapot aan het spelen. Nu op Inter. Oké, die hak. Twee assisten. Die hak is een soort... Hey, dat is al sublimer, maar ik vind dat tweede nog straffer. De manier waarop hij die bal... Het is zijn behandeling van de bal die... Ook die pas, die ligt onder hem. Dat is allemaal zo natuurlijk. Ja, dat is echt... Ik denk echt dat Bayern die terugkoopt.
20 miljoen is de afkoop. 20 miljoen. Je bent met Choupo-Moting aan het spelen. Ik denk dat dat de grootste fout is gemaakt die Anderlecht heeft gedaan. Denk ik, als ze daar niet voor betaald gewoon. Maar konden ze niet. Toch? Ze was, nee. Gewoon, was gewoon te duur. Hadden ze die optie om die te kopen? Waar moesten ze betalen? Nee, die was... Als je 6 miljoen voor Vasquez betaalt, kun je 12 ook betalen voor Vasquez. Maar op dat moment zou je niet... Zou ik op dat moment niet eerder voor Kouwa zijn gegaan? En ook Verbrugge en Doku geld gekregen. 1 jaar te laat eigenlijk. Ja. En ook die jongen moet... Ja, ging die ook niet kunnen houden. Hè. Die moet in een grotere competitie. Ja, graag wel als je het kon leggen ja. Een jaar goed, ja. Meer verkopen. Ja. Had jij, zo werkt het, hè. Als fan liever op dat moment Kouwa mee of Zirkzee gehouden? Nee, ja, sowieso Zirkzee. Ik wil wel niet zeggen dat in de andere periode Zirkzee beter was dan Kouame, maar daar ging je wel meer van het stadion. Qua statistieken misschien niet, maar qua spel toch wel, Zirkzee. Mag toch meer ook niet beter, mooier gewoon. Dus genoot er meer van. Bal bijhouden, bal. Echt, ja, maar nu ook. Ja, dat is niet beter, hè, daarom. Dat is, dus, was een goed duo. Ja, was een goed duo. Gewoon, met een atypisch duo. Dat ziet zo... Dat ziet zo voor mij in die periode van alle passanten, Bolassi, Nasri, nee, ik weet het, maar en die sprong er eigenlijk eens bovenuit. Okay. Ja, je hebt de Metja sprong eruit. Ja, ik vind die, dat vond ik bij Anderlecht zijn heel de beste. Hè? Ja, omdat hij meer deed dan wat hij moest doen. Omdat die had een beetje de twee. Die, dat was ja, een toen iets was meer, denk ik ook nog slechter. Ja. En hij was wel echt het enige lichtpunt of zo. Maar Zirkzee, man, echt. Wat hij nu aan het doen is. Dus jij gaat de grote ploeg Joris gaan en Jullie gaan mee, denk ik. Nee, nee. Het is niet doorgegaan. Toch niet? Nee. Wanneer is dat? Naar de Profitaliaans. Wanneer is dat juist? 5 januari. Jij bent al terug aan het En ik ga... Dus 5 januari is Bologna, Genoa. En 7 januari is Roma, Atalanta. Ik ga ook naar de ketelaren kijken. En is het aan het werken? Nee, het naar de ketelaar kijken. Briljant. Doe me, Sam is te goed. Heel goed. Nee, maar ik ben wel benieuwd. Echt waar. Gewoon een assist dit weekend? Ja. Dat kan toch niet? Dat mooi. Maar Bologna, de grap is in Bologna, dus dat is een stadion waar maar een vijfde is overdekt. Dus ja, je moet dan klikken van wat doe ik? Ja, toch maar voor de niet overdekte... Tribune, €35. Dat is niks, hè. Dat is valt enorm mee, hè. Terwijl als je dan in Rome gaat kijken... Dus normaal zit ik aan de kant van de Tiber. In die tribune. En maar ik... Tony gaat mee. Met een Profitaliaans van vroeger. En wij hebben... Dus ik wil wel naast elkaar zitten. In heel die tribune voor Roma, Atalanta... Je moet vooral zien dat je goed de ketelaren kunt zien. Hè? Ja, dat is voornaamste. Voor, dus in heel die tribune waren nog 3 spotjes apart... Dus die vult dat nog altijd, hè, Mourinho, hè? Nee, de ketelaren. Ja. Hij heeft trouwens gezegd dat hij wil blijven, hè, Mourinho. Dus nu zijn ze zwaar in paniek. Want ja, die Amerikanen dachten ook, hij gaat naar Saudi-Arabië, gaat daar. Maar ja, hij zegt, ik wil blijven. Ook mijn jongeren. Ja, moi. Ik weet niet of je daar de beste voor bent. Nadat hij op Bologna... Heeft toch net een laten debuteren, een keijongen? Oké, maar één laten debuteren is iets anders dan goed zijn met jongeren. En die dus Thiago... Nee, ja, dat is zeker waar. Allee, hij laat ze wel debuteren, dat wel, en veel. Maar daarom leerden ze nog niet het spel, hè, in zijn finesses. Ja. En dat doet die Thiago Motta van Bologna, die staan vierde, hè. Ja. En die doet dat wel, hè. Die dus dat is eigenlijk, daar zijn ze zo stiekem op aan het hopen. Mooie plannen, Filip. Ja, ik heb er wel zin in. Filip post dan in de WhatsApp-groep een compilatie van Zirkzee. Maar eigenlijk heeft hij al die individuele fragmenten doorheen het seizoen ook al gepost in de groep. Nee, dat is niet waar. Dat is iedere week toch een Zirkzee-momentje van Filip. Nee, ik ben daar gewoon. Dat is bij mij Pozuelo. En dan, je herkent... Zirkzee, de Kuiper vorig seizoen, die mogen nee, allemaal op je lijst zitten. De Kuiper zit niet in, op dat. Je herkent een... Dat zijn gasten die in de wieg zijn gelegd om te shotten. Vermeeren op een andere manier. Meer, ja... Nee, dat betekent dat is Filip Joos voor nee. Nee, daar heb ook... Nee, daar heb ook een... Nee, die en twee zijn nog straffer. Die twee zijn Zuiderser... Allee, dat bedoel ik ook. Ja. Toch? Ja, die is fluweel. Die hebben een bepaalde met de bal. Dat is niet normaal. Een bepaalde natuurlijke flair met ballen. Ja. Dat je weet van... Echt. Moest het en Vasquez had dat ook. Hè. Ik genoot ook enorm van Vasquez. Ik heb niks meer buiten Ajax dat zich laat uitschakelen door Hercules. Voor de eerste keer ooit in de geschiedenis. Hè? Ja, pijnlijk. Hè? Ja. En zielig ook een beetje. Hè? Want vierde klasse is dat, hè? Ja. Hercules. Ja. Vierde, hè. Het zijn amateurs blijkbaar. Dus jij nog gewerkt, 's ochtends. Ja, maar ja, voilà, het is dat. En er is, focus u dan maar eens. Er is er wel een die daar... Kan niet, ja. Zeker Pieter scoort daar de 2 doelpunten. De tweede is wel een goalke, hè. Ja. Maar ik was op Play Sports voor de wedstrijd Crystal Palace-Brighton. En dus Hercules Ajax was bezig op dat kanaal.
Dus ja, 2-0. En de Bram Lambert zat er ook, want die moest dan PSV doen. Dat later is uitgesteld, dus de Bram is voor niks gereden. Maar wat, wij zitten te kijken en de Bram denkt, ja, 2-0. Ja, dat gewoon, je gaat zien, Ajax zou terugkomen. En dan moest ik erin komen in mijn match als de verlengingen en penalties eventueel voorbij waren, want dan zou dat uitgelopen zijn. Hè. Dus hadden, ik snap dat ook, ze hadden daar niet over nagedacht, dat dat, of wel over nagedacht, ja. Dat risico is verwaarloosbaar. Dus, ja, 2-0. Ik denk dat ik met een print ging halen. Maar het is 2-1, hè. Het kan gebeuren, hè. Dat wordt 2-2. Dus ja, dat vind ik daarna nog het erge. Dat je komt terug tot 2-2 en dan wordt dat nog 3-2. Hoe kun, allee, dat is dubbel zo erg eigenlijk nog. Dat is, op 2-0 krijgen ze een enorme kans op 3-0, die jongens van Hercules. Ja, echt een bal die... Ja, allee. Ja. Dus ook dan nog eens. Maar je hebt het eigenlijk recht gezet. Maar het is met de klak gaan smijten, hè. Dat zag je toch hoe dat er stond. Maar Van Schip was er niet, hè. Want Schip is nog in Australië, hè. Die was naar de trouw van zijn zoon, hè, vorig weekend. Dat wist ik niet. Ja, Van Schip was er niet. Moest gisteren. Dus ik denk dat hij er nu ook niet was. Dus ik heb die match niet gezien. Sorry, wat moest je zeggen? Ik moest acte présence op het Winterland in Hasselt gisteren. Okay. Dus ik heb GSM maar gekeken. Hey, en ook een optreden in TV Limburg, zeg ik. Ook een optreden in het Sportcafé van TV Limburg. Maar ik heb die spits die scoorde van Hercules. Ja? Die zijn vrienden hadden allemaal, ze gingen samenkijken, €15 ingezet, 11.000 gewonnen. Ja. Dus op winnen en scoren. Ze voor te lachen komen, is dat die not hem scoort en dat ze winnen. Allemaal samengelegd, 11.000. Ik heb een interview. Ja, wat een leuke vakantie. Met €15? Nee, ze hebben... Of dus elk 15? Elk 15 had ik gelezen op NOS. Nog altijd redelijk goede return. Smaal 700 of zo. Ja, ze zeiden dat er... Van 751. Ja, voilà. Er zijn er daar €20.000 mee begonnen, inderdaad. Dus, 15 euro. Zou dat ook wel doen, denk ik. Zo. Als Sporting Hassel tegen Anderlecht speelt in een beker. Score maar. Maar het is... Ongelooflijk. Bovendien niet eens op eigen veld, hè. Nee. Ja. Ze spelen op Utrecht. Dus soort, ja, okay, ja, die jongens zullen wel tof vinden om op Utrecht te spelen, maar... Het is ook nog anders, hè. Ja. Allee, het is op een neutraal terrein dat je laat uitschakelen, hè. Het is weer een dieptrekord in de hele geschiedenis van Ajax, hè. Het is nog nooit uitgeschakeld door een amateurploeg in de beker, hè. En dat is toch ook... Want je denkt dit dan seizoen dat je is de derde dieptrekord ooit, hè. Ze zijn er nog niet door. Want ja, je staat ondertussen wel vijfde in de competitie, dus je denkt dan toch, ja. En misschien is dat net het gevaar, dat je dat denkt. Dus je anus horribilis nog eens afsluiten. Ik vind dat... 8 punten van AZ zeker nu of zo? 7? 8 punten van nummer 4. Dat die 5 jaar geleden het schoonste voetbal van Europa speelde, halve finale Champions League haalde, Real, hebben die letterlijk de vloer mee zitten aanvegen. Dat een ploeg, oké, dat is normaal, maar een club ook zo in verval... Dat is het is ook niet enkel de... Ja, zoals je zegt, het is... Alles is negatief rond Ajax op dit moment. Iedereen dat het daar goed maakt, was weg. Hè? Ja. Van top tot op het veld. Dus. Ja, dat is waar. Maar ook daar rond, hè. Ja. Goed. Een dik pik, hè. Ja. Dat was het begin van het einde. Zoals zo vaak. Bij deze. Het einde niet. Dat we de debatten kunnen sluiten. Bij de levenslus. Ja. Of heeft er nog iemand iets te vertellen? Ik ga morgen naar Antwerpen Westerlo kijken. Ik ga daarna met u weten, wist je het al. Nou, dat is goed. Ik zit op morgen, Liverpool, ja. Arsenal. Dus. Is morgen. Ik ga naar Milan Sassuolo. Ik heb vandaag de vraag gegeven of ik de afgevrouw geven. Morgen. Doen. Ja, ik heb toegezegd. Tuurlijk. Ja. Ah ja, ik had nog één ding, omdat we dan Brentford Aston Villa, heb je dat gezien met Emiliano Martinez? Ja, belachelijk. Die gast is zot, hè. Ja, die is gestoord. Die is echt gestoord, hè. Dat is ook, denk ik, objectief waarneembaar. Ja, maar dat hij geen rood krijgt. Die krijgt er niks voor. Die heeft zelfs geen geel gehad, hè. Wat is er gebeurd? Twee keer eigenlijk. Eén keer wordt hem aangelopen, wordt hem... Ja, wel te fel aangelopen. Ja, oké, onnodig fel. Onnodig dom. Hij doet er heel comedie bij. Maar dat valt te laat. En die doet hij juist hetzelfde, maar 3 keer zo erg. Nee. Hij doet niks die je valt, maar dan pakt pakt hij die op en begint... Wat hij doet is 3 keer zo erg. Ja, en dan komt er een vechtpartij van, waarop dat hij een Camara dan, die krijgt rood, omdat hij dan 1-1 afhoudt. En dat was belachelijk ook. Ja, juist. Dus... Maar en Oli Watkins, die daar... die heeft gespeeld in Brentford, hè. Die scoort en die ging zo kijken naar iemand die hem... Die was hem echt aan het... Ja, Bellingham of wat? À la Bellingham, zo wat gaan kijken. Ja, maar echt zo door de dingen zo wijzen. Door de netten van de goal. Echt. Maar ik vond dat wel super, dat interview. Nadien vroegen ze, were you racially abused? Kijk, dat kan ik wel. Een show is wat moeilijker, maar were you... En hij zei, no. Nee, maar ik vind wel dat ik het recht heb. Het moet niet racistisch zijn om mij deze reactie te mogen laten hebben. Van het top. Tuurlijk.
Ja. Ik vind dat goed. Ik vind dat ook echt top. Want inderdaad, om een duur zijn we daarin verzeild dat het alleen maar mag als dat wordt geroepen. En hij heeft daar gevoetbald. Hè? Ja, dat komt van dat we eigenlijk een beetje thuis voor hem. Ja. En Bob Madou, CEO van Club Brugge. Ja. Dus proficiat Bob, veel succes. Okay, voilà. Dat is even de bobo's naar elkaar. Er is in Brussel al een plein naar u genoemd. Zorg dat dat in Brugge nu ook gebeurt. Nee, maar dat is mooi. Die is super hard supporter. Die wordt er CEO, dus toch? Nee, absoluut. Maar hij werkte er toch even. Hij was er echt na de bond. De niet-sportieve man van Manhattan. Ja. Maar hij blijft wel het... Voor het sportieve blijven ze wel iemand hebben. Hè, die na met hem samenwerkt. In de structuur komt hij onder hem. Is dat die Hollander? Maar dat is die Hollander die er nog altijd is daar. Ze gaan wel nog één iemand extra bijhalen. De Jong. De Jong, hè? Ja, die gaat die... Tuur, het was... Ja, sorry, Gilles. Ik heb gewoon nog een kleine laatste rechtzetting, anders wordt het mij in de comments verweten. Ja. Maar Juventus begon met 9 punten. Ja, in 30 al 30. In geen 30. Ja, was nu totaal 30 was het. Nee, ik heb het gezegd. 10 al 3. 30, dat was... Dankjewel, Gilles. Dus we hopelijk geen rechtzettingen. Ja, Del Piero bleef, hè. Ja. En Buffon bleef ook. Juist. En wie ging weg? Cannavaro ging weg. Thuram ging weg. Naar Real en Barça. Tweede klasse. Is toch knap dat je blijft. Ja, want als tweede klasse ook niet Serie C, hè. Het was Serie B, inderdaad. Serie B. De aanvankelijke eis was na Serie C, maar het was inderdaad Serie B beginnen met 9,8. Het is heel mooi dat iedereen nu die dat toen heeft gehoord en verkeerd, dat we die nu toch zeggen. Oh, ja, dat is eigenlijk waar. Wacht nog even. Ja, wacht, laat ons uitspreken. Oh. Geef ons 2 uur. Voor wie nog meer tijd heeft, de mega aanrader blijft de podcast met Jan Vertonghen bij MeetMeet. Die geen seconde verveelt. Dus dat wil ik de mensen in de kerstvakantie zeker toe aanbevelen, als je het al niet hebt gedaan. En jij, Tuur, willen we super hard bedanken om hier geweest te zijn. Graag gedaan, met veel plezier. Het was heel plezant, ik hoop voor u ook. Absoluut. En je gaat nu eindelijk naar huis, want dat zijn we nog niet geweest eigenlijk. Ja, inderdaad. Ik ga mij een douche pakken, denk ik. Ik zet u af, mag ik dan parkeren bij u? Ja, blijkbaar. Ik weet het niet. Ik zal zien dat mijn zus heeft geparkeerd. Dus ik hoop dat je erbij kunt. Ik kan ook nog zo'n matje van die garage. Dat heeft nog alleen. Veel plezier morgen. Zie dat je niet blesseert met een aftrap van Westerlo. Kom maar inhouden. Van Antwerp-Westerlo is toch, hè? Ja, dat klopt. Ja, Antwerp-Westerlo. Filip, dankjewel. Sam, dankjewel. Gilles, dankjewel. Iedereen die heeft gekeken en of geluisterd, ongelooflijk bedankt. Fijne feestdagen, gelukkig nieuwjaar en tot volgend jaar. Bye bye.